Ja jongens, we zijn weer live. Leuk dat jullie erbij zijn. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Profoto Werkkleding, moest ik zeggen. Dus we zijn live met Glenn Helder, Legende en Royce Drenthe. En we gaan praten over de klassieke Feyenoord Ajax. Nou jongens, wat gaan we ervan verwachten, Glenn? Ja, ik ben een beetje verlegen type. Wat denk je? Als je voetballend praat, ja, denk ik toch dat Feyenoord meer kans heeft. Ja. Ik denk de uitslag, denk ik zelf 3-1. 3-1, ja. Royster, wat denk je? Ja, ik heb eigenlijk twee uitslagen die ik vandaag wil meenemen in mijn stukje klassieker. Mm-hmm. Ik denk eerlijk gezegd 2-0, maar als het een beetje een open wedstrijd wordt, denk ik dat het 4-1 wordt. Ja. Jij hebt een klassieker gespeeld ook, toch? Ik heb inderdaad een klassieker. En hoe was die ervaring? Ja, dat was toen de tijd. Het was geen ervaring die ik graag navertel, om zo maar even te zeggen. Wat was er? Ja, nee, we hadden toen de tijd net die nieuwe linksback gehaald. Dat was een Belgisch jongen, Philippe. In ieder geval, die was net gehaald door Feyenoord. En die werd eigenlijk door R.W. Koeman meteen in voor die klassieker. Ja, voor de Leeuwen gegooid. In die klassieker gelijk linksback geplaatst. Maar die wedstrijd speelde Tom de Mul. Nou ja, Tom de Mul had de wedstrijd van zijn leven. Die had hem volgens, mij in 18 minuten had hij hem helemaal zoek gespeeld. Dus een mooi debuut. Koeman kijkt naar de bank. Hij zegt, Royston, erin. Nou ja, toen werd ik zeg maar echt voor de leeuw gegooid. Maar ja, in ieder geval, ik moest die wedstrijd dus gelijk scherp staan. Nou, ik kan je vertellen, ik heb volgens mij alleen de noppen van Tom de Mul gezien. Serieus? Eén keer nog gegrepen naar zijn enkel toen ik... Begrijp je? Dus die wedstrijd verloren we volgens mij ook 1-4 thuis. Oké, maar en toen moest jij linksback spelen gewoon toen? Klopt, toen viel ik er meteen in voor die Philippe, die was gehaald. Die was ook voor een aantal centen gehaald. Maar die haalde die gewoon uit na 25 minuten ongeveer spelen. Oh. En toen moest ik het maar gaan doen. Maar dat is ook erg, hè? Maar hoe stond het toen? Toen stonden we volgens mij al 0-2 achter. Weet ik bijna zeker. En eindstand was 0-4, zei je? Volgens mij hebben we 0-4 verloren of 1-4. Glenn, die heb geen klassiek gespeeld, hè? Of in de jeugd misschien? Ja, in de jeugd. Ja, met Ajax. Je hebt bij Ajax toch gespeeld? Ja, ik heb 3 jaar in de jeugd van Ajax. Voor wie ben je eigenlijk? Ik ben echt voor niemand. Nee, hè? Nee, nooit geweest. Nee. Voor jezelf gewoon? Ik heb het 1 keer gedaan. Weet je, was ik met al mijn vrienden, waren we ook voor een club. En we keken naar televisie en onze club die won. Iedereen blij, weet je wel. Bier over me heen. Weet je, helemaal te gek, weet je. Ik ook blij. Ik ging naar mijn bed. Ik blij, jongens. Weet je, wat mijn club heeft gewonnen, weet je toch? En de volgende dag, ik sta me zo glimlach op. Ik ook blij, weet je, club heb gewonnen. Ging naar de bank, nog steeds blij, weet je wel. Ging pinnen, stond rood. Ik denk, weet je wat? Nee, sorry, eerlijk gezegd had ik dit totaal niet verwacht dat je eigenlijk zeg maar geen voorkeur had. Nee, ik heb natuurlijk ook voor bizar veel clubs gespeeld. Maar als je gaat kijken naar jeugd, voordat ik dat zeg maar heb mogen beleven in mijn carrière, heb ik dus eigenlijk altijd van Feyenoord gespeeld. Dus dat die Feyenoord-mentaliteit, Feyenoord-cultuur, ja, snap ik. Dat gaat er helemaal in zitten. Maar als je bijvoorbeeld in de jeugd bij Vitesse, Ajax, meerdere clubs hebt gespeeld, snap ik dat je daar... En dat is precies nou wat jij dus zegt. Als ik bijvoorbeeld of in Amsterdam zou zijn geboren, of in Rotterdam, of in Eindhoven, en je zou erbij, dan weet ik dat ik die hard die club ben, zeg maar. Waar ik het meeste affiniteit mee heb, is dan met Vitesse, weet je wel? Omdat ik daar een goede tijd heb gehad. Een goede en een prettige tijd ook meegemaakt. En daar ben ik echt gegroeid als voetballer. Al die voetballers om me heen. Maar in de jeugd was ik zeg maar voor Ajax. Omdat ik dat, ik ging met mijn vader naartoe. Als ik met mijn vader ergens anders toe was gegaan, was ik voor die club geweest, precies waar je mee opgegroeid bent. Alleen, om terug te komen op het stukje Feyenoord-Ajax, daar zit helemaal geen... Voor jou zit daar geen... Nee, voor mij, nee. Nee, ik ben echt liefhebber. Neutrale supporter. Maar ik kijk wel gewoon... Je hebt natuurlijk altijd een soort gunfactor, zeg maar. Maar die gunfactor is op heel veel dingen gebaseerd. Okay. Nou, en wat je nu bijvoorbeeld een beetje kijkt, hoe het bij Ajax gaat en... Melissa is een paard. Ja. Je weet wat er gebeurt dan, hè? Met die vrouw die paard rijden. Ja, dan gaat hij open. Ja, nee, nu gaat hij dicht. Eindelijk, hé! Kan je niet een keer op een paard gaan zitten? Godsamme! Melis! Je had eerder op een paard moeten gaan zitten. Je weet wat er gebeurt. Zal dit zeggen? Voor de mensen die het niet zien. Stoer, maar straks, camera's uit, is je stofzuiger. Ik heb niks te zeggen hier thuis. Denk ik ook, we gaan even terug naar Feyenoord. Want Feyenoord, de laatste wedstrijd tegen Volendam. Volendam inderdaad. Uit, slecht ook. Is dat goed voor, zeg maar, voor de wedstrijd nu? Dacht op het resultaat of vond je ze ook gewoon slecht spelen? Ja, het spel ook. Ik moet eerlijk toegeven dat ik die wedstrijd niet heb gezien. Ik heb die wedstrijd via livescore gevolgd, want ik was op dat moment bezig. Maar ook toen ben ik daarna gebeld van, hey, Feyenoord heeft gelijk gespeeld, dit en dat. Ik denk dat het nu een beetje bij Feyenoord
erin aan het kruipen is dat het seizoen is bijna afgelopen. Je hebt jezelf wel veilig gespeeld. We weten sowieso dat we Champions League gaan voetballen volgend jaar. Ja. Dus ook dit soort wedstrijden zitten er tussen. Ongeacht Volendam hekkensluiter is. Mm-hmm. Ik denk niet dat we nu echt nog moeten gaan kijken naar hoe goed Feyenoord presteert in de Nederlandse competitie. Mm-hmm. Wij als Feyenoorders kunnen ons wel bezighouden met volgend jaar. De klassieker is natuurlijk een wedstrijd op zich. Maar hierna is het niet. Ik denk dat je ook dan ook spelers vanuit de jeugd weer een beetje kan gaan proberen. Mocht Slot blijven, kan hij daarin zich een beetje gaan focussen voor jongens die misschien eventueel zich kunnen gaan klaarstomen voor het Feyenoord 1 van volgend jaar. Blijft hij, denk je, Glenn? Slot? Of gaat hij... Ik denk dat een stap om weg te gaan nu wel een stukje makkelijker is. Ja. Omdat toen hij vorig jaar weg wilde gaan, werd hij eigenlijk een beetje door alles wat er gebeurde. Niemand wilde hem laten gaan. Ja. Iedereen smeekte ook om te blijven. Dat hij ook mede daardoor wel is gebleven. Natuurlijk ook op financieel vlak is hij natuurlijk ruimschoots vergoed door Feyenoord. Want hij in het buitenland natuurlijk heel veel geld kan verdienen. Ja. En dat is, je kan praten wat je wil. Iedereen praat over dit, dat. Maar dat staat toch een prioriteit voor iedereen dat zeg maar bovenaan staat. Dat wordt dan weggehaald. Dan is Slot wel zo'n persoon, want heeft hij al laten zien. Ik denk dat hij zo'n persoon is. Dat hij ook een bepaald soort eergevoel was van, kijk, dit is alles naar mijn hand gezet. Dit heb ik opgebouwd, gehaald. Ja. En iedereen ziet gewoon dat het echt de hand van Slot is. Mm-hmm. Nou, wat zijn nog meer mogelijkheden met Feyenoord? En dan moet je je voorstellen dat dat er ook nog heel veel spelers elke keer beslissende spelers weggaan. Klopt. En elke keer blijf je dus presteren. Ja, presteren. Moet je nagaan als je dan die prestatie die je hebt geleverd daarmee nog meer geld kan krijgen door sponsors. Ja. Dat je nog betere spelers kan halen. Ja, dan kan je gewoon zelfs een toptrainer zeg maar, in Nederland worden. Ja. En dan heb je alleen wat je dan mist is die eer van het buitenland. Ja. Alleen wat gebeurt er nou? Hij is gebleven. Feyenoord presteerde niet helemaal zoals vorig jaar. Ja. En gelijk is alles weer slecht. Ja, ja, maar dat is, gelijk dat is Nederland. Gelijk is alles weer slecht. Dus nu denk ik, als de kans voorkomt, denk ik dat hij nu weg is. Ja. En wie ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik als Feyenoord supporter natuurlijk, als Feyenoord... Zoals iedereen weet, je ademt Feyenoord. Ik heb dat gevoel eigenlijk nog helemaal niet gehad. Ongeacht je natuurlijk wel kampioen wil worden. Maar ik heb nog niet echt het gevoel gehad van oké, nu gaat het bar slecht met Arne Slot. Ik vind juist dat die vastigheid nog steeds is binnen Feyenoord. Ik bedoel, van je ziet gewoon dat de patronen zijn goed, de manier van voetballen zijn goed. En natuurlijk, je hebt blessures en bepaalde jongens moeten dan hij moet dan voor bepaalde positiewisselingen gaan zorgen. Maar je ziet dat in ieder geval de basis en die vastigheid is er gewoon. Ik bedoel, van dat hebben we in jaren niet gehad bij Feyenoord. Nee. Snap je? Klopt. Vind ik ook. En wie moet ze halen dan als Slot weggaat? Ja, dat is echt een lastig dingetje. Pascal Jansen misschien? De Ajax wil hem ook houden. Ik denk dat dat sowieso een goede kandidaat zou kunnen zijn voor Feyenoord. Waarom denk ik dat? Omdat Pascal natuurlijk gewoon hartstikke goed heeft gedaan bij AZ. Dan zouden we weer twee elke keer van AZ naar Feyenoord. Van AZ naar Feyenoord. Zou mooi zijn. Net zo'n Slot. En als je een beetje bijgelovig bent, dan is dat hetgene wat je dan, moet gaan doen. Snap je? Oké, en even kijken. Saruki start waarschijnlijk. En niet Stengs. Wie heeft jouw voorkeur? Ik ben sowieso... Saruki vind ik een hele goede speler. Maar ik ben een liefhebber van Stengs. Wel de Stengs die we kennen. Ja. Maar zelfs als speelt hij niet op zijn best, is hij nog steeds een speler die zoveel creativiteit heeft. Dat hij uit niets kan hij iets maken. Dus ik ben een liefhebber van dat soort spelers, omdat zij een team dus gewoon meer ruimte geven. Meer, maar hadden niets iets kunnen creëren waardoor... Ja, maar ja, in de wedstrijden waar jij dus Feyenoord bent en eigenlijk overal opgewacht wordt, zijn die ruimtes heel klein. Ja. Dus dan moet je zorgen dat je dingen kan openbreken. Nou, daar heb je sommige spelers die dat kunnen. En hij is er absoluut één van. Ja. En Timber? Wat vind je van Timber? Ja, ik denk dat Timber... Voor Nederland zelf ook? Ja, ik denk dat hij zich dit jaar zodanig heeft ontpopt. En heeft bewezen op het middenveld van Feyenoord. Ongeacht hij natuurlijk ook nog eens geblesseerd is geweest. Maar de manier waarop hij dan terugkomt en laat zien van... Hey, ik ben echt die motor, samen met een wievertje. Ja, ik denk dat dat meer dan beloond is. Ik denk dat we nog moeten afwachten hoe dat mag gaan in het Nederlands elftal. Omdat je dan toch een hele andere soort dynamiek krijgt. En het is niet standaard procedure, snap je? En dat dynamiek wat je moet gaan creëren rondom het Nederlands elftal is dat als je komt, moet je er meteen staan. Ja. En ja, als je niet bent ingespeeld met bepaalde spelers nog, of toch nog een beetje met gezonde zenuwen zit... kan dat wel werking gaan hebben op het presteren in het Nederlands elftal. Maar ik denk dat hij wel daar kapabel is. Ik denk dat laatste... Dat het voor hem het meest belangrijk is, want voetbaltechnisch kan hij het gewoon aan. Ja, en, als je bij Nederlands elftal komt, we hebben het allemaal ervaren,
Je speelt bij een club, speel je goed. En op een gegeven moment kom je bij het Nederlands elftal. En het is toch allemaal net een stapje hoger. Mm. Mm. Alleen, en ook wennen aan de mens, toch? Ja, aan de andere spelers. Alles is anders, alter ego's. Begrijp je? Bij het Nederlands elftal zitten alle dat is nu kapiteintjes echt wel een beetje van het schip. Ja. Snap je? En misschien is hij wel, zeg maar, binnen de Feyenoordgroep nu. Bijvoorbeeld met de Geert Truijden, de aanvoerder. Maar hij is één van de. Ja. Maar ze zijn er natuurlijk niet allemaal. Want je hebt jongens die komen bij de jeugd, maar bij de Nederlandse elftal. Ja. Zijn het al die alte egos die komen samen. Ja. En sommige jongens kunnen daar ineens klein van worden die normaal grote jongens zijn binnen de club. Dus mentaal is heel belangrijk. Snap je? Maar wat ik wilde zeggen is, ik denk dat, enige probleem zou kunnen zijn. Wat jij dus zegt, dat hij dus misschien mentaal daar onder de indruk van zou kunnen zijn. Ik denk het niet. Ik denk dat hij mentaal zwaar op een goed evenwicht zit. Ja. En dat andere wat ik zei, dat als wij toen wij kwamen bij het Nederlands elftal, dat alles ging was een stuk sneller. Maar je past je gelijk aan. Mm-hmm. Is ook zo, je past je gelijk aan. Dat duurt misschien één training, bij wijze van spreken. Het is ook, en dat kan hij ook. Het is best makkelijk ook als je met hoge met betere spelers. Dat wordt makkelijker gemaakt. Weet je wel? Zeker waar. Tuurlijk. Giménez, wat vinden we daarvan? Giménez. Ik hoorde al dat iemand had gezegd, verkopen gelijk nu, op dit moment. Nou, dat is natuurlijk de vraag die nu natuurlijk door iedereen wordt gesteld. Om het feit dat iedereen weet dat er wel een aardig prijskaartje boven zijn hoofd hangt. En ja, het is fijn dat zijn als je gaat kijken op basis van de clubliefde die je hebt. En maar natuurlijk ook als je gaat kijken wat je wilt voor de club. Of ze nou genoeg geld hebben en genoeg kunnen uitgeven op het moment dat zo'n speler weggaat. Dan is Giménez wel een van de spelers die als eerste naar voren komt. Om het feit dat als je die verkoopt, dan heb je wel heel veel geld in het laadje weer. En nu natuurlijk om het feit dat hij natuurlijk niet zo presteert als in het begin van het seizoen, gaan mensen dat natuurlijk roepen. Maar ik denk als er een club komt voor Giménez, dan zou ik dat wel doen. Waarom? Wij als Feyenoord zijn in de voorgaande jaren dat we niet zo goed draaiden, moesten we ook altijd zo handelen. Ja. Hadden we een keertje een spits die goed presteerde, moesten we die ook alweer verkopen omdat iemand anders hem graag wil hebben. Ja. Dus daar verandert niet heel veel in, zeg maar, het stukje structuur wat betreft Feyenoord. Dus ik zou zeggen, ja, komt er een club die een goede prijs voor Giménez wil betalen, zou ik dat zeker doen. En gewoon weer op zoek gaan naar een heel goed talent. Ja. Die eventueel. Er gaan wel veel spelers weg, hè? Denk ik. Timber, Wieve, Giménez, Hanchko. Ja, maar, maar het is niet altijd, het is niet anders geweest, hè? Is in de rente aan het feit dat komt je veel geld binnen. Champions League, veel spelers die weggaan. Ja. Het is altijd een beetje zo'n discussie over spelers die bij Ajax weggaan en bij Feyenoord. Hè? Die bij Feyenoord werd altijd een beetje minder. Dat zeggen ze dan, hè? Dat was tot een paar jaar terug, maar het is niet meer zo. Nu is niet meer. Het is andersom. Ja. En dat is ook Champions League hebben gespeeld. En dat is ook het leuke van deze klassieker. Omdat je weet het niet meer. Nee. Je vraagt wat de uitslag. Je weet het niet meer. Nee. Vroeger kon je het bijna met zekerheid zeggen van Ajax zou winnen. Gewoon, nu ik weet het je, ook niet, een slechtere tijd. Maar dat is toen Feyenoord de finale speelde in de Conference League. Sinds dat moment, die periode, is het omgedraaid. Is het omgedraaid. Maar ook met daadwerkelijk mooi voetbal. Ook met daadwerkelijk mooi voetbal, wat dus ook erkend werd in het buitenland. Dat je gewoon trots werd dat er weer een Nederlandse club zo goed presteerde. Ja. Wat we eerst hadden met Ajax. Ik had het gevoel dat het in het buitenland eerder werd erkend dan hier in Nederland. Omdat Nederland, zoals wij praten, alles is zo negatief. Alles negatief. Ja, alles. Giménez ook bijvoorbeeld. Ja. Kijk. Maar ik moet over Giménez wel één ding zeggen. Kijk, Giménez heeft heel veel krediet. Ja? Die hebben bij wijze van spreken nog 10 jaar krediet. Maar je ziet zelfs dat ook, als je die wedstrijd tegen Volendam zag. Hij wordt ook mismoedig nu. Sommige wedstrijden mismoedig. Maar je ziet dat sommige spelers ook soms dan beginnen te irriteren. Dat waar hij voor zichzelf gaat, wat vroeger geen probleem was. Ja. Maar dan scoorde hij alles. Ja. Nu lukt niet alles. En dan gaat hij toch nog van de 4 keer, gaat hij 3 keer zelf. En dat was een voorbeeld tegen Volendam. Kon hij echt die bal kon hij geven aan Minte. Ja. En dat gaf hem niet. Nee. En je zag Minte nog daarna nog zo kijken. Ja, hij geeft die bal af. En ook nog even kijken van. En hij zag aan zijn gezicht, want ze was een close-up. En daarna gebeurt precies hetzelfde. Minte ging zelf. En Giménez wilde hem ook laten zien van. Nu sta ik vrij. Ja, ja. Daar zeg je ook wat mee. Dus je ziet gewoon dat het een beetje afbrokkelt van Giménez op die manier. Ik vind dat jammer. En de enige die dat kan veranderen, is hij zelf. Hij moet diezelfde drive blijven hebben. Hij moet datzelfde egoïsme blijven hebben. Ja. Want daardoor komt die situatie dat hij ook dus vaker scoort. Alleen, die bal tegen Volendam, ik weet niet of je die kan herinneren. Ja, ik heb het niet gezien.
als hij die moest hij gewoon. Dat is als buitenspeler bij wijze van spreken, zou dat de lekkerste bal zijn. Assist. Minder was helemaal vrij. Kon helemaal sprinten vanaf de middenlijn. Ja, ja die moet je geven. Ja. En, dat is dan zonde. En dan zo'n speler als Jiménez die zoveel krediet heeft. Ik hoop gewoon dat hij gewoon snel weer gaat scoren op zijn manier. En dat hij dat ook weer de brutale mag uitstralen. Vandaag zou een mooie dag zijn. Ja. Oké, okay. Ja. We gaan jongens, we gaan even... Vandaag zou een mooie dag zijn. Het gaat beginnen, we gaan nog even onthouden. We gaan de PlayStation weggeven straks, dus blijf kijken. Dan komt het helemaal goed. Laat even een comment achter. Proforto werkkleding. En dan maak je kans op deze PlayStation. We gaan eerst zelf kijken nu. Ja, later! Hi, Vata. Oké. Het is gewoon echt, het is gewoon... het is begonnen hoor. We kwamen toch een wedstrijd kijken of niet? Gaande. Jawel, jawel. Neutrale toeschouwer toch, oma Glenn? Ja, krijgen we dit dan weer? Vandaag is het Glenny. Alles zie je helder. Alleen maar lobby, alleen maar lobby, alleen maar lobby. Alleen maar lobby. Hey, zo, we hebben gewoon een upgrade hier. Ja, mooi hè? Huh? Upgradeje. Hoe noem je zo'n een beeldscherm, comments, broeders? Die comments ernaast. Hoe noem je zo'n scherm? Monitor. Monitor? Vind je hem al een deuk? Mag het wat luider alsjeblieft? Ik heb een grapje gemaakt. Heren? Mag die wat luider? Ja, met een klein beetje toch? Oké, gaande. Je bent gaande vandaag. Zie. Mooi, hè? Heren, bon chance. Succes, hè? Ik zou zeggen, schrikken niet. Niet schrikken. Niet schrikken als ik moet juichen. Rustig aan. Succes. Succes. Met de wedstrijd. Veel kijkplezier. Heb je aandelen? Alex. iedereen doet reclame voor Proforto? Ja, dan moeten ze in de comments doen. Dan maken ze kans op die... Oh, daar kan je... Daar kan je. Okay. De comments. Proforto. Maken ze kans op deze. Op die PlayStation model. Ja. Die kan je winnen straks. Oh, andere kant. Deze kan je winnen. Deze kan je winnen, PlayStation 5. Oh, serieus? Ja. Ter waarde van 6 dozel. Niet weggaan ze nou, hè? Hij gaat hier naar huis. Hij gaat hier staan. Hier, 1-0. Hey. Bijna scoort hij al, hè? Hey. Bijna 1-0. Oh, als we Roelie niet hadden. Ai, 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 Jiménez. Je kon jezelf lekker onsterkelijk maken. Kijk niet eens, man. Zo. Zie je dat? Ja. Je hebt een reactie toch? Twee, ja. Oké. Dan weten we dat ook weer. Altijd. Pompvolle Kuip. Oh. Feyenoord. Wat gaan we doen vandaag? Die kleine. Wij gaan winnen. Alleen met hoeveel is de vraag. We zullen ze laten beven. Ze zullen wat beleven. Wij hebben niks om te zingen. Feyenoord,
Feyenoord, Feyenoord alleen. Ga naar me zitten. Zelfs een takkie. Zelfs een takkie. Deze kunnen we wel in een beetje ritmischer ritme straks even zetten. Ik ga het ritme slaan, dan ga jij hem zingen. Goed. Staat. Staat. Oh, kijk hier. Boom! Oh, lekker man. Hey, Stek speelt man. Ja man. Gelijk druk zetten op die jongens man. Dat is even info man. Je bent goed voorbereid. Ja, ja man. Druk zetten op die jongens man. Dat was tactiek van Slot. Dat zei hij. Wie zei dat? Ja, mijn broer. Ja, mijn broer. Nee, Slot heeft dat gezegd. Tactiek. Oké. Helemaal vol hé. Bo. Ze lopen alleen maar achteruit. Afvallende bal, Geertruiden. Ah, jezus. Oh, kijk eens. Hup. Oei, oei, oei. Oh. Binnen. Ja! Ah, ik zat onder druk. Zo. Die Roelie, jongen, die pakt gewoon al in de tweede minuut eerst... Kijk, dan wat Wiever hier doet, man. Dat is gewoon niet normaal. Dat verwacht je niet van hem, hè? Zo. Gaan door. Achter. Zo, zwaar achter. Ja. Ik wou dat zeggen. Jammer dat hij er niet in ging dan. Had jij hier lopen schreeuwen, was hij afgekeurd. Dat zou mooi zijn. Oeh, wat een goeie. Rennen naar buiten. Laat maar rennen. Ondertussen één achter. Lekker, Max. Mogen we de wedstrijd zien, zegt iemand hier? Oh. Want nou zien de mensen alleen ons dus. Ja, ze zien wat wij zeggen en doen allemaal. Want ze gaan... Die wedstrijd moeten jullie zelf opzetten. De wedstrijd moeten ze zelf opzetten. Ja, en dan ons commentaar. Want het andere gelul is niks waard. Lekker interessant, ons commentaar. Bij ESPN. Hey, wat hè? Alsof hè? Ben je verzekerd aan een brand in je huis? Ik heb nog een huis daar. Waarom zeg je dat tegen mij? Ik doe mijn schoenen uit, want ik ga niet met mijn schoenen op mijn bank zitten. Doe lekker uit, joh. En die mag dat gewoon. Ja, nee, vind ik als Sjaal. Ja, hij doet het zelf ook. Ja, maar het is zijn huis, niet de mijne. Ja, dat is waar. Hij is ook vies, man. Dat is waar. Met schoenen eraf, is vies. Je hebt gelijk. Kinderen erop zitten of dingen of zo. Heb je geen zweetpoten? Nee, vriend. Je hebt wel grote voeten, hè? Ik kijk die wedstrijd, vriend, met je grote voeten. Ik heb eerlijk... Hij bedoelt lange voeten. Ja, lange voeten. Ga je nog even door? Nee. Maar even om terug te komen over zweetvoeten. Ik heb daar ook geen last van, man. Ik wel. Zomer bijvoorbeeld, die korte sokjes. Ja. Ik prefereer gewoon om met blote voeten in mijn schoenen te gaan. Ik heb altijd korte sokjes aan. Ik weet niet meer. Ik heb geen last van zweetpoten. En zweetballen ook. Ik draag nooit sokken. Oh mijn god. Hier, oh bijna. Ik had het niet eens gezien. Je Slot op die bal ingezet. Je outfit van Slot is wel een beetje kakka vandaag, eerlijk. Ja. Zo'n rare outfit. Normaal komt hij wel gaan. Express in het bruin. Hij kan het echt hebben, bij wijze van. Nee, maar... Ik snap je punt. Die outfit vandaag vind ik een beetje... Beetje ik vind softie. Hem niet klassieker waardig. Nee, oké. Ik weet niet wat Van het Schip aan heeft. Maar ik denk dat Van het Schip wel gewoon een nice pakje Hij is ook lang geblesseerd, hè? Wie? Wat heeft hij dan? Wat heeft hij? Hernia. Nee, weet niet Het is dat ik nog. Het is dat ik nog naar hem kijk, anders denken we gewoon normaal. Ik weet niet hoe jij die PlayStation gaat verdelen, maar wordt lastig, denk ik. Zo! Hey, die Profoto werkt, ik moet wel even. Ik heb klein vermoeden dat Andy nog een stuk of 10 moet bestellen. Ik denk het ook. Hey, die wordt de volgende keer dubbel tarief van Profoto. Laat me even serieus. Als zoveel mensen reageren en kijken, dan geven ze eigenlijk heel veel lobby ook aan jou toe. Ja? Ja. Dan vind ik dat je meer als één... PlayStation mag weggeven aan de mensen. Ja, dat vind ik ook. Dus ik vind dat jij nu moet zeggen, luister, dan komen er nog 3 of 4 bij. Ja. En die wordt gesponsord door BMW. Wordt gesponsord door BMW SO. Ik denk dat hij straks aan mijn banden lek stikt. Nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ja, toch? Kijk hoeveel mensen reageren wat ik dus zie daar. Hier. Oh! Die man wordt gesponsord door BMW en zo. Dan doet hij maar 1 PlayStation. Ja, 1 PlayStation. Dan moet er minimaal 3 PlayStations per aflevering. Ja, dat moeten we regelen, Dan. Nee, maar je ziet toch hoeveel... Kijk, het is wat Roze zegt. Blijf maar doorgaan. Kijk hoeveel mensen. Nou, dan vind ik gewoon dat, dat je er meer weg moet geven. Eentje doet heel vaak ook, hè? Zie je dat? Ja, dat is Kenzo. Kenzo keepers. Ja, maakt niet uit. Maar er zijn nog heel veel anderen. Heel veel anderen zijn er ook. Hij met zijn vader zijn keepers, hè? Kenzo. Andy, ken je Jan en Danny Luke? Keepers. Shout-out naar Glenn Helder. Infromotor. Lobby. Wat een wedstrijd, nu al. Ja,
Kom op, Ajax, man. Hey, laat jezelf niet kennen, man, hier in Rotterdam, joh. Kom op! Even een tandje erbij, joh. Moet je toch... Ah, daar krijg je geen kick van, jongen, als je daar het veld op komt, jongen. Dat ding gaat open, je wordt helemaal kapot gefloten. Dat is mooi, hè? Ja. Oh, geweldig. Ja. Beest. Hey, ik hou van Nieuwkoop, hoor. Ik zeg je eerlijk. Ja, ja, die man heeft een gekke mentaliteit, man. Beestenmentaliteit. Zeer onderschat. Wie? Ja, nou, hij is een onderschatte voetballer in... Ik vind hem gewoon echt... Je ziet, hij heeft wel... snelheid. En ja. Ze zitten soms te klagen als hij rechts buiten staat. En dat maakt ze hem soms een beetje lachwekkend. Maar hij doet het toch wel op die plek. Die man, ja, geef nooit op. Die man kan je met... Stel Feyenoord krijgt 3 rode kaarten. Kan je met hem kan je nog steeds de wedstrijd winnen. Ja. Hij loopt voor die andere 3 guys die eruit zijn. Ja, hij doet dat Nieuwkoop. Ja. Dat soort jongens heb je nodig. Heb je samen met hem gespeeld? Of? Weet ik eigenlijk niet. Hoe oud is Nieuwkoop nu? Nee, toch? Nee, zware lichting onder mij, toch? Nee, niet ouder dan mij. Je luistert. Nieuwkoop is nu begin 30. Wat is dat? Wat, dit is Tante? Ik word morgen 37. Ja, oké. Okay, ja. Hij is begin 30, 32, ja, 33. Ja, okay, hey, wat is dat? Dit is Tante gezellig, heren. Dit is wat gezellig. Is Tante? Tante? Kijk daar. Royston, hoe voelt het om als enige hier haar te hebben? Van wie? Oh ja, het grote pees. Ik wil net zeggen, nou, en die zijn broek aantrekken, zie je gewoon Tarzan de Cheetah. Nee, maar nee, grapje. Nee, maar die Slot, die is niet zo... Hey. Royston, Slot is niet zo kleurig gekleed vandaag, hè? Slot niet. Nee, ik zeg je eerlijk, ik vind als jij ervoor kiest om een bruine broek te dragen... dan moet je... Ros? Hans mag het Ros? Ik zit aan te denken. Nee, maar hij stelt aan jou een vraag, maar ik hoor hem ondertussen lachen. Hij luistert niet eens naar je antwoord. Nee. Maar ondertussen hoor ik hem aan mijn nek. Nieuwkoop is 28. Oh, 28. Oh, dat is wel echt. Oh, ze horen echt alles. Oké. Okay. Ja, ja. Nee, maar dat zou je niet zeggen. Hij heeft wel echt gewoon echt een volwassen kop aan die Nieuwkoop. Okay. Oh, we gaan een extra PlayStation weggeven, hoor ik. Ja? Profoto heeft nog even. We gaan er 2 weggeven, jongens. Blijf maar even Profoto promoten. Profoto werkkleding. Profoto wordt gepromoot. En we hebben voor jullie geregeld dat er nog een extra PlayStation bij komt. Extra PlayStation gaan we weggeven, jongens. Niet om mij gaan schelden straks, hè? Want het is gewoon het hoort zo. Moet je kijken of mensen dat doen. Geen ze appen. Ja. Ik denk het wel. Geen ze appen. Oh, hij heeft gebeld. Dames zijn mijn managers. Jij is echt goed, jongen. Als ik zeg tegen hem, regel 2 hoeren, regelt hij de 4. Dat is niet normaal. Heb je tegen mij of tegen Royston? Tegen de sukkel. Hij trekt me gewoon weer terug naar de goot. Het is tijd voor meeting. Oh, die manager van mij, ik hou van hem, jongen. Echt. Hey, kom op, man. Zo, we zijn pas 10 minuten onderweg, joh. Ja. The Bald and the Beautiful op deze bank. ESPN, laat deze heren de wedstrijd van commentaar voorzien in de toekomst. Wij met z'n drieën bij ESPN. Oh, Jan Joos van Jangelen. Ze gaan wel draaien, geloof me. Ja, tuurlijk, weet ik ook. Ik vind hem top. Maar dan moeten we het wel zo mogen doen zoals we het altijd doen. We moeten niet te veel instructies meekrijgen, anders gaat het fout. Ja. Krijg je niet. Bij ESPN niet. Duurt lang, hè, zo'n uitzending wel, hè? Ja, maar ik vind het zo gaaf. Heb jij nooit een lamme hamer van dat drummen? Nee, vriend. Hij praat gewoon allemaal met dubbele tong, hè? Nee, maar het duurt wel lang, hè? Serieus, zo'n uitzending. 3 uur nee, of zo? Nee. Als er 2 uitzendingen zijn, als er 2 wedstrijden zijn... dan is het van 6 tot... gisteren tot 11:30. En als het als 1 wedstrijd is, dan is het zeg maar de 8 uur wedstrijd... Ja? Dan is het van 6:30 tot 11. Het is gewoon, je zit gewoon midden in het Valhalla van voetbal. Gewoon van het live voetbal, weet je wel. Dus, ja, dat is wel mooi. Dat is hartstikke gaaf. Ik heb er ook wel eens gezeten, maar ik vond het zo lang, man. Duurt zo lang, man. Ja, maar jij bent een vierenfluiter. Hoe noem je dat? Vierenfluiter. Ja, ik denk gewoon even dingen zo, een kwartiertje. Dat is toch leuk, man? Nee, maar jij mag. Dankjewel, broer. Nee, jullie programma's zijn, dat zijn 1,5 uur. Als je bij je vrouw afzet. Nee, 3 kwartier. 3 kwartier? Zoiets. 50 minuten hoogtes. Nee, ja, meestal minimaal 50 minuten, toch? Ja, voorgesproken, toch? In de zin van voorgesproken worden de dingen eigenlijk de dingen op tafel gegooid wat er belangrijk zijn op dat moment. Ja. Maar je hebt ook programma's die wat langer doorgaan. Dus in Spanje bijvoorbeeld is het bizar. Wie is die laatste? Die afleveringen van El Chiringuito, dat is zeg maar... Gewoon bijna de hele dag? El Chiringuito is zeg maar het grootste voetbalplatform waar mensen naar kijken. Ja. Maar daar knallen ze gewoon 2,5 uur, hè?
Maar dat is echt een soort van circus à la kermis. Ja, ja, ja. Toch meer entertainment ook. Ja, entertainment. Je zit ook in een rondje en er komen echt veel grootheden wat betreft de voetballerij. Oké, oké. Kijk die paas. Daar. Wat zegt hij? Hoe heet zijn naam? Nee. Piet Kut. Ja, staat er. Dat is niet zijn echte naam. Nee. Geloof ik helemaal niks van. Kenzo, kan je even 5 minuten stil zijn? Dani Alippens. Dit is geen nut. Randy, ik denk dat jij... Randy, nee, stop man. Nee, zo heet hij toch? Dat is zijn naam. Ja, nee, ik heb het over Randy. Randy geeft aan van het heeft geen nut dat Kenzo Profoto blijft typen. Want uiteindelijk gaat het gewoon in een... De mensen thuis de zien dat ook dus, dat allemaal, de vragen en zo. Als ze willen. Ja. Okay. Als ze kijken dit, in die comments, toch? Dit is live op YouTube. Dus dan kan jij gewoon... En TikTok, wij zijn gewend niet naar de comments te kijken, dat leer je zelf aan. Maar de meeste mensen thuis zitten wel in de comments. Heb je gebeld, die meiden? Voor na de wedstrijd? Mijn vrouw is toch een paardje rijden, dus... Hey, ga wel even wedstrijd kijken, man. Ik mis alles. Kom op. Kom op, Gertruiden, man. Zo makkelijk, man. Zo. Ik had dat op Danny. Ik had op Instagram toch dat filmpje van ons over Bergwijn, zijn vrouw. Dat is een top, mooie vrouw. Stuurt me een berichtje. Bro, ik maak je dood. Wat? Ik had op Instagram gezegd, hadden we voor die PlayStation ook. Ja? Van wie heeft de mooiste vrouwen? Feyenoord of Ajax? Toen zei ik Ajax. Ze zeggen, die vrouw van Bergwijn is echt top. Dan had hij mijn bericht gestuurd van gisteren. Ik maak je dood. Mooi, hè? Ik zeg, dan moet ik zeggen dat ze lelijk is. Dat kan je niet. Ze is niet lelijk. Ze is een knappe vrouw. Het is een eerlijk complimentje. Het is gewoon een compliment. Hè? Maar hij was aan het dollen. Mooi kerel, joh. Ik maak je dood, bro. Ik denk op het als een neven. Alle 600. Daar zag ik net een comment. Laat Glenn die voetjes even van je bank afhalen, Andy. Ik heb juist mijn schoenen uitgedaan. Ja. Ik heb mijn schoenen uitgedaan. Maar eerlijk, Andy. Ja. Glenn heeft wel een beetje vrouwentenen. Ja, goed verzorgd, eerlijk is echt, eerlijk. Ik zat al te kijken. Pedicure model. Ja, echt mooi. Gaande. Hoe kan dat? Jij wordt te veel besmet door hem, vriend. Nee, is echt jij zo. Luister nou. Roya, kom nou. Geef me Roya terug. Maar Roya. Roya. Wie is deze man? Begint opeens over mijn voeten. Ik zit ook al te kijken. Deze man zou normaal voorlopig met een toes gaan spugen. En nu zit het zo. Je hebt je naast geknipt. Ja, nee, maar... Nee, omdat ik voetbal in de zaal. Nee, weet je waarom... Dus ik knip mijn nagels zeker, ja. Weet je waarom ik hier opkom? Nou? Ik ga namelijk om de 3 weken ga ik staan naar het pedicure, omdat mijn voeten... Als ik het niet doe, krijg ik pijn en last van ingegroeide nagels en dat soort dingen. Ah, okay. Maar ik sprak dus een Spaanse maat van mij. Die woont nu in Nederland, die werkt hier in Nederland. Ja. En ik zei dus tegen hem, ik ben nu bij de pedicure met mijn dochter. Ja. Die voetbalt ook. En die heeft een bloednagel, dus die moest eraf. Ja. Ah ja, dus ik zei tegen hem, ik ben bij de pedicure. Hij zegt, ja, wat, ga jij ook naar de pedicure? Ik zeg, nee, ik ben al 2 weken geleden geweest. Hij zegt tegen mij op een gegeven moment van... Is zo'n mariconadas in het Spaans. Je weet toch van, dat zijn vrouwelijke dingen. Ik zeg, hoe kom je daar nou bij? Okay. Ik zeg dus, wij mannen hoeven dus niet voor self-care te zorgen. Hij zegt, nee. Voeten, handen en dat soort dingen, dat moet je gewoon zelf doen. Ik zeg, hoe kom je daar nou bij? Dus ik had een hele discussie met hem aan de telefoon. Ik zeg, wat jij zegt slaat nergens op. Ik zeg, dus jij zegt, dus mannen kunnen niet naar de pedicure gaan. Hij vond van niet. Nee. Hoe sta jij daarin? Heel simpel. Hij heeft zijn mening, moet hij weten. Jij hebt jouw mening, moet jij weten. Iedereen bepaalt voor zichzelf. Dat is zo. Als je mijn mening vraagt, ja, is van... Als ik het niet zelf zou doen, maar wat ik doe, ja, je verzorgt gewoon je lichaam. Dus met douchen en gewoon een beetje hygiëne. Ja. Ja. En ik loop bijna altijd op slippers. Ik heb bepaalde matties. Als je, ja, maar ja, zo ben ik niet. Ik heb bepaalde matties. Je wil niet naar mijn voeten kijken. Nee. Ja, maar het is altijd zeg maar mijn werk geweest. Waarom kunnen we kwijt thuis en zo? Ja, serieus? Nee. Nee, joh, ik moet geen voet hebben waar je gewoon de boom in klimmen kan zonder handen. Dus, nee, maar ik in de zaal speel ik en ik punt er heel vaak. Oké. Dus ik knip allemaal... Hey vriend, Oké, wij gaan de zaal spelen. En dan gaan we daarna gaan wij praten over mijn tenen. Maar wat, neem jij je team mee? Dan moet ik eigen team brengen zeker. Nee, laat maar gaan. Allemaal young boys. Nee, young boys. Jij komt met allemaal balgoochelaars in circus werken en zo. Nee, weet je. Maar ik kom dan ook gewoon met een paar oudere mannen. Oké, laat me leuk. 40 plus mannen kom ik gewoon.
40 plus, ik ben 55. Rusten, heb jij al van die knobbels op je 47, kom uit, 46, 45, zo kom Rusten, heb jij van die knobbels op je teen dat je vroeger kleine schoenen aan had? Heb ik geen last van. Hij heeft ook niet. Zie dat? Likdorrels bedoel je? Hé vriend, had geen schoenen. Ik ga gewoon op kale schoenen weer aantrekken hier. Want ik ben hier gewoon stroefziek van. Met je kale schoenen. Hé, zit er gewoon een klassieker te kijken. Zit er gewoon meer te lullen over mijn kale voeten, joh. Ja, zo doe je het op, man. Jezus Christus! Godzo! Ik wou tegen je zeggen, je kan met je schoenen aanhouden. Daarom zei ik tegen je, gewoon met je schoenen op de bank. Jongen. Dan krijgen we dit weer, gaan we altijd over je voeten lopen lullen. Mooi, hoor. Nee, deze, die bobbel toevallig. Oh, mooi, man. Oeh, hey, stukje later. Hey, maar weet je wat het is, Glenn? Jij kan ook van die lovertjes aan, hè? Wat is lovertjes? Van die instapschoentjes. Ik heb slippers. Ik heb een hele bolle vreef. Dus als ik die schoenen aan heb, lijkt net dat heeft geen zin. Dat is zo lelijk. Ja, ik heb zo'n hele hoge vreef, jongen. Een paar keer een trap erop gehad. En jij kan dat wel aan, Mathieu. Want je hebt hele smalle voetjes gewoon. Echt. Even. Oké, je moet daar luisteren. Dit is klaar. Over mijn koude voeten. Oké, dit is klaar. Ja. Hé, jij ook, vriend. Ja? Ik ben al klaar. Ja, ik die van jou verwacht, jongen. Ik ben al klaar. Ik wil veel van je zeggen, maar die van je. Ik ben al gefocust op de klassieker. Ja, echt, hè? Kijk, want nu komt die goal. Kijk maar. Oh ja, het berichtje gaat, joh. Nu komt die goal. Nee, hoor. Ik heb bewust mijn live score uitgedaan. Omdat ik wil gewoon genieten op het moment. Hij weet het al. Minte. Nee, man. Hey. Gewoon met dezelfde overtuiging ook als je tegen Volendam speelt, jongen. Ajo! Ah, hij is gewoon achter. Corner. Nee. Nee? Hij bleef gewoon in. Wat vind je van die Minte dan? Ik vind Minte gaande, zeg je ja? Jij dan, hij is een beetje druistig, maar juist door die druistigheid is hij onvoorspelbaar. Als je dan als je dat iets meer in balans krijgt... Ja, maar ik denk dat op een gegeven moment... Hij is gevaarlijk. Hij was rustig voor de goal. Ik zag hem tegen Volendam. En die sprint die hij maakte... om Gimenez te ondersteunen, waar hij toen die bal niet kreeg. Ja. Maar ja... Dat zegt voor mij bepaald iets over zijn mentaliteit. En hij is gewoon snel, kan actie maken. Ja. En je moet zorgen dat soort spelers in de 1 tegen 1 komen, weet je wel. Ja. Voeren. Dan moet je de bal niet brengen. Dan moet je zo snel mogelijk zorgen dat die bal daar komt. Ik denk dat bal bezit nu wel 70-30% is, hoor. Ja, joh. Jawel, man. Ik denk 80-20. 80-20, iets in die richting, ja. Oei. Ja, zie maar. Even iets meer gevoel. Het idee is goed. Oh, ja, heb ik ook s'avonds, als ik op bed lig bij mijn vrouw. En dan word ik moe. Dat was een heel mooi idee, maar ging niet door. Weet niet, hè. Hey, kijk, jij bent gaande. Gewoon Patrick. Hij is gaande. Je hebt nu weer een shirtje aan. Je hebt toch ter promotie van Proforto. Die houden we er buiten. Maar die titel over bij Andy op de bank. Ja. Mijn naam ontbreekt nog steeds daar. Ja. En die man, hij wendt je gewoon. Nee, we hebben. Hij wendt je. Kom goed. Ik maak het binnen 2 minuten goed. Jij bent gaande gewoon, Patrick. Op de kapstok. Wat zei Patrick? Hij is altijd bij mij op de bank. En soms bij Melissa in bed. De afspraak was... Nee, niet zo doen, toch? De afspraak was bij Andy en Royston op de bank. Ja. Kijk die titel op zijn shirt. Hè. En hier hebben we al een aantal keer over gediscussieerd, hè? Ga hem er niet bij. Hij promoot hem gewoon zo, hè? Dus zo probeert hij... Maar het is van jullie tweeën gewoon. Zo probeert hij te komen. Altijd. Op de bank. Ja? Komt goed. Als we dit uitzetten, zijn we er altijd bij. Standaard. Voor deze krijg je nog iets leuks van hem, geloof me, man. Love. Jan Koebel moet leren passen. Kijk, ik sta achter je, broeder. Geloof me, deze, we gaan het niet vergeten. Je bent gaande, Patrick. Matthias, ik zie Matthias staan daar. Oké, Glenn, ander onderwerp. Waarom hebben we een roze hoodie? Hij ging takkie toch? Kijk, wat staat hier? Oh! Hey! Kom, kijk hier! Hey! Wat staat er gewoon? Wat staat er gewoon? Op de bank met Andy Perrooy! Hij denkt, no love! Gaande. Ja, dankjewel, ik neem mijn woorden terug. Gaande. Deze kroon is echt major love gewoon, hè, toch? Heb je stift of niet? Want ik wil er ook even bij liggen. Tweede helft gaat deze aan. Leuk. Deze gaat uit gewoon, begrijp je? Tweede helft gaan we het veranderen.
Ja, Tito is aangepast. Ga zitten. Je moet even deze lezen. Lees even. Oh, ben zo gaan. Pak niet uit, het mag. Ze wouden me hypen toch, maar... Dan komt zo met deze. En je bent op de bank met Pieter. Ik ben al trots. Ja, ik ben al trots genoeg. Ja, leuk. Ja, oh, man. Mooi. Rustig, maar deze is vast voor jou. Leuk. Voel me vereerd, jongen. Gaande. Oké, lekker op de bank uit. We zijn bijna officieel. Ja, toch? Geen geluk meer, jongen. Die ging die knippen fijn, jongen. Ja. Love. Major love. Kom, zweten erbij, alles. Je ziet het. Mooi, hè? Hij knippen hem los. Ik denk, laat hij nog een keer los. Ik word hier serieus emotioneel van. Ik vind het gaande. Top, hè. Je weet toch, je houdt jou je woord. Je weet toch, zeker. Vrij, schijf. Even serieus, man. Dit is toch vrije trap, man. Even serieus. Oh. Niks aan de hand. Oh, ga door. Geen truitje. Soetoe. Gewoon schieten. Proberen. Ja, schiet aan, man. Oh. Wat doet hij nou, man? Zo, goede bal. Is dat ja! Kijk, nu. Boom! Oh. Nee, joh. Jongen. We komen er helemaal niet uit, joh. Echt niet normaal, dit. Technische man, ik heb het warm. Wat zeg je? Kan ik mijn trui uitdoen? Tuurlijk. Maar veel draadjes en zo hier. Die technische man zit hier naast je. Mijn dingen gaat los, denk ik. Ik wil mijn trui even uitdoen. Warm, hè? Zo. Tering. Kan het? Ja? Ik kom even bij jou. Technisch. Hier, hoe is het? Todavía hablas español, o ya olvidado. No, habla español. Fala porto português. Português, é Benfica. A língua de Portugal é espanhol um pouco igual, hein? Está um pouco igual. Je português spreek jij, hè? Wat zeg je? En dan speak Dutch, man. Nee, want ik vind gewoon waar je naartoe gaat, in welk land je gaat. Ja. Je gaat je gewoon aanpassen aan het land waar je gaat. En dat begint gewoon met de taal te leren spreken. Ja, is ook zo. Ja. Maar ja, er zijn heel veel spelers die nog geen Nederlands... Ja, nou, Geert Ruida spreekt geen Nederlands. Ja, ik hoorde dat niet. Mooie docu, hè, over... Heb je hem gezien of nog niet? Ik heb hem nog niet gezien, maar ik heb wel heel veel mooie dingen. Waar kan je kijken dan? ESPN. Oh, ESPN gewoon? Staat op ESPN? Ja, ik weet niet trouwens. Ik weet niet of ESPN is. Maar in ieder geval een mooie docu. Prime, toch? We praten, want hij stort het, hè? Op Prime staat hij, toch? Daarom doet hij geen interviews, toch? Nee. Ja. En daarom mooi als mensen die zeg maar, bekender zijn, die dan ook een groter bereik hebben, die dan andere mensen kunnen helpen die een minder groot bereik hebben met... Met dat soort zeg maar, problemen. Uno no es por creer. Heel mooi. Yo quiero que Feyenoord gana este partido. Hij komt daar aan het woord. Porque como tú sabes que yo soy un Feyenoord hasta la muerte. Nee, serieus. Komt hij gewoon aan het woord? Of gaan ze... Ik kijk ook naar je ogen. Nee. Het is wel klaar, vriend. Kijk wat we met jullie doen, man. Kijk wat we met jullie doen, man. Ja, jongen. Dat hadden we toch ook wel verwacht. Het had al 3-0 moeten staan. Hens! Was je erbij? Maar broeien. Zie je dat? Stond je ernaast, Roya. Hey! Oh. Zo. Ik ben blij dat ik deze wedstrijd nog kan zien nadat ik de gevangenis in moet. Zeg maar wat tegen me. Je hebt het toch niet tegen mij, hè? Wie zegt dat? Gepenetreerde duif. Oh. Wat een naam, jongen. Is dat niet normaal, dit? Hey, zo, dit is penalty, man. Als we nu geen penalty krijgen... Hoe is dit geen penalty? Openlijk. VAR. Wat? Niet eens kijken. Je hebt een bepaalde regels voor. Als hij er langs hangt en... ga weg. Echt ja, maar bro. Dit was echt hands. Ja, maar als je arm langs je lichaam
is, dan heb je daar ook weer regels voor. Ja! Oh! Zo! Hij verwacht hem niet. Hij verwacht hem niet. Hey, Geertruiden staat gewoon linksback. Hij staat linksback. Had je dat door? Nee. Nee, Hansko, oh ja, 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 daarom kan hij uit je schieten. Ja. Want hij kwam naar binnen, hij zijn echte been. En Geertruiden linksback. Die man is echt een allrounder. Die man gaat gewoon van centraal, ja, rechtsback, linksback ineens gewoon. Maar ze wisten toch dat ze alleen maar de balbezit hadden. Dus ze zijn alleen maar voorin bij Ajax. Of achterin bij Ajax. Kijk dan, dit is toch geweldig. Ze komen er gewoon niet uit. Lekker jongens. Gaan we. Ja, ja. Ze komen er gewoon niet uit. Hoe noemen we dit? Kuipvrees. Kutzooi. Nee, kijk, 60-40 balbezit klopt niet, man. Hoe kan dat 60-40? Kan toch niet? Waar zie je dat staan dan? Ze stond net linksboven, zag je niet? Ja. 60-40. Kan nooit. Ja, die keeper die heeft die bal elke keer. Hensbalman scheidt. Ja. Dat is helemaal rustig. Ja, ik wou helemaal net zeggen, rustig doen. Niks aan de hand. Glenn en Drenthe, wie gaat de EK winnen? Duitsland, denk ik, man. Eerlijk, man. Ja? Ik denk 100%. Vrij, heb je Duitsland gezien, broer? Slaat nergens om. Zei eerder dat het niks waard was. Broer, je kent toch, zeg maar, als je als trainer zeg maar, alles hebt en dan krijg je zeg maar, die kers op de taart nog. Ja. Dan heb je bijvoorbeeld een Kroos die zegt van ja, ik stop ermee. En dan zegt hij ineens van ja, ik doe weer mee. Ja. Oh. Dat is die toch. Die blijft toch zo lang. Dat slaat toch nergens op. Kroos doet nu gewoon weer mee, heb je, broer. Ja. Die maakt het hele spel. En behalve dat, ik denk dat Duitsland op dit moment. Tuurlijk hoop ik Nederland. Maar Duitsland is te erg. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Schiet gewoon met links een keertje. Probeer hem, man. Het duurt te lang. Oh. Voorzet naar Vankenoord. Goeie bal, zeg! Zo, staat hij vrij of niet? Aanname, jongen. Nee, man! Aanname, jongen, aanname. Schiet hem maar, Stenks, jammer, man! Jammer, 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 jammer. Jammer, jammer. Is Stenks half Surinaamse? Ah, buitenspel. Dat weet ik eerlijk gezegd echt niet, maar ik denk het wel. Maar ik weet het niet, hoor. Och, weer een geblesseerde. Hij ziet de buil hangen. Hij denkt, ik ga, laat me een tijdje met die afro-kapsel dacht ik, hij was geadopteerd. Eerlijk, is eerlijk. Ja, hè? Dacht ik. Ik dacht dat hij bij. De tijd dat hij bij AZ speelde, dacht ik van hij is geadopteerd. Hmm. Maar ik denk half Surinaams, half Nederlands. Kunnen die jongens van de redactie dan niet even opzoeken? Die zitten hier maar een beetje rond te kijken. Die denken van. Misschien heb ik gewoon gelijk, hè? Wat zei hij? Ik hoorde het niet. Wat zei hij? Wat zei hij? Of Stenks half Surinaams is. Oh, oké. Okay. Of half Antilliaans. Heel veel mensen denken dat Geertruiden bijvoorbeeld Surinamer is, maar hij is Antilliaan. Meen je? Ja, ik dacht ook Surinamer, man. Curaçao. Ah. Hoppiebon. Komt uit de Paperclip. Paperclip is buurt om de hoek van de Kuip. Oh, serieus? Een ronde flap. Ja, Paperclip. Oh, dat heet zo de buurt. Ik denk, hij gaat weer ouwe hoeren of zo. Nee, straattaal. Nee. Paperclip is een buurt in Rotterdam-Zuid. En daar komt Geertruiden vandaan. Dus die boys uit Rotterdam-Zuid, de hoed, die zijn helemaal trots. Ja, tuurlijk, snap ik. Jongen uit de buurt. Ja. Hoeveel gaat het worden, Royston? Ik heb gezegd 2-0 of 4-1. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat Ajax niet scoren. Dus laten we het houden op die 2-0. Oh. Gewoon Patrick zegt, hij kan alleen vinden dat hij Nederlands is. Dus ja, Nederlands paspoort natuurlijk. Ja, ik ben ook Nederlands. Oh! Alsjeblieft, man. Alsjeblieft, ja, maar Mexicano, man. Fuck, die Roelie is echt goed, jongen. Die Roelie, die keeper, jongen. Die had gewoon vanaf het begin... Ja, die was geblesseerd. Oh, nee. Hij is zijn basisplaats kwijtgeraakt. Die had gewoon moeten keepouten, man. Hij geen gezeik gehad. Kom op, man. Maar wacht even. De enige keeper, dus Roelie keep nu weer. Ja. Maar die jongen die hiervoor in het goal stond bij Ajax, weet je ook weer, Ramai. Die heeft het helemaal niet slecht gedaan. Nee, echt niet. Maar dit is gewoon om het feit dat hij weer fit is. Gewoon
Ja, hij die anders geblesseerd geraakt, toch? Tegen wie was dat? Go Ahead. Oké. Okay. Ja. Oh, tegen Go Ahead, vorige week dus. Okay, ja, maar hij is wel een goede keeper, hoor, die Ramai. Ja, ik heb vorige week geen voetbal gekeken, dus vandaar dat ik niet up-to-date ben, heren. Excuse-moi. Oh, nu komt Ajax ineens, hè? Wat is dit dan? Ze zijn over de middenlijn. Ik weet al waarom ik vorige week geen voetbal heb gekeken. Waarom was het vergeten? Ik was in Duitsland. Moest je doen? Gezellig feestje. Was serieus? Oh. Echt gezellig. Meestal zeg ik was in Duitsland en hoe lang moest je zitten dan? Nee. Had je badjas aan? Kijk. Hey. Ja, goed hoor. Ik heb het echt gezellig gehad in Duitsland. Was dat feestje met badjas? Of gewoon? Deze was, geloof me, deze was, dit feest was gaande. Ja? Multigaande, geloof me. Ik kan niet te veel loslaten en zo, toch? Maar... Nee, ik weet niet, vertel eens. Ja, je weet niet, nee. De kijker weet ook niet, vertel eens. Nee, vertel even. Juist omdat de kijker niet weet, kan ik beter niks zeggen. Ja, maar dan komen ze misschien een keer in een andere wereld. Ik ben ook benieuwd. Surinaamse afkomst. Zijn moeder Surinaamse is... Ik kan alles voor ons zeggen. Maar ik kan mijn feest altijd gesloten. Gesloten. Wat er ook gebeurt achter gesloten deuren. Ja! Come on! Lekker zeg! Wat een kut, zo. Gaan door! Wat mooi een goal! Godsamme. Hij maakt het wel mooi af. Heerlijke paas. Tjuk! Je ziet het, hè? Wel mooi goal. Hij maakt het wel goed af. Dit is afronden. Hey. Gaande. Pas jou. Doe rustig. Huh? Jawel. Gaande. Even serieus. Godsamme. Heb jij een scheet gelapt? Nee. Hey. Nou, even serieus. Dat mag wel. Hij scheelt het aan. Ik vind het niet erg, maar ik wil graag weten. Was even timer. Ik voel me zo. Ik weet niet zeker of ik het ben. Nou, dan weet ik wel zeker dat jij het bent. Brada. Ik krijg best een warme walm hier zo. En een andere soort. Hey. Nee, maar het is hetzelfde wanneer je buikspieren doet, toch? Ja. Gewoon precies in mijn neus. Maar hier! Hij staat gewoon voor me. Hij staat gewoon voor me, ja. Sorry. Nee, dat is spannend. Excuse-moi. Maar ik dacht eerst dat het niet was. Dat is goed. Van Royster kan niet wel hebben, van mij niet. Ideaal schoonzoon. Oh, hoe pissig gek. Mooi goal. Ja, mooi deze goal. Voelt zo lekker, deze goal. Ja. Godsamme. Pas jou. Ja. Nou, ik weet niet of het 2-0 wordt, hoor, jongens. Ik denk een kleine 4-5-0. Wat zeg je? Het zou gaande zijn. Boys, als wij vandaag 5-0 winnen... Hofplein, Fontein. Ik kom vanuit Apeldoorn, kom ik jullie kijken daar. Maak je niet druk. Boom! Ja! Pashao? Ja. Echt? 2-0. Wow. Nee, Minte. Minte, je bent gaande. Je bent multigaande. Minte. Ja, is Minte. Ja, jongen. Feyenoord jeugd. Wat zeg je? Minte. Boom. Lekker, man. Zo. Kijk, Nieuwkoop. Ja, 2-0. Assist. Lekker, man, boys. Lekker. Wat zei ik over Nieuwkoop rechtsbuiten? Gaande, hè? Hey, hij wordt nog aangehaakt ook. Door die Halilovic. Godsamme, zeg, voor de gezeur. En je gaat plassen. Nee. Je gaat plassen, die man hoorde je mic aan op plassen en zo. Fata. Die man zegt, Andy, zijn mic staat nog aan. Je loopt daar einde of zo. Niet zo toch? Je hoort Andy kletsen aan de poort. Einde of zo. Kijk, nee toch? En dat was lang, hè? Het duurde lang, hè? Dat pissen. Godsamme. Deze man, jongen. Je hoort Andy kletteren in de vaart. Feyenoord. Wat gaan we doen vandaag? Wij gaan winnen. Alleen met hoeveel is de vraag? We zullen ze laten beven. Ze zullen wat beleven. Feyenoord.
Feyenoord, Feyenoord alleen. Lekker, 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 lekker. Nu heb ik een scheet gelaten. Ja? Ja. Ik zou die tattoo van je weghalen, joh. Dat is, heb je gezien wat hij heeft getatoeëerd, die gozer daar? Nee, wat dan? Kijk dan, die drie kruisjes. Oh, zie je Ajax, ja. Amsterdam, ja. Je hoorde het derde been van Andy Swabberen. Daar heb je echt vier handen voor nodig. Oh, dat is een goede vraag. Dat van was Glenn. Monny Mitch. Wat vinden jullie van de feestattoo van Bergwijn? Ja. En gewoon eerlijk. Jij eerst. Ja, je ziet hem niet echt heel goed. Jij? Ik weet niet wat is feestattoo. Ja, feestattoo. Hij heeft een nieuwe tatoeage gezet. En toen je ziet hem niet echt. Kwam echt het niet. In de media, de commotie. Bijna niet. Tenminste, Driessen ja. Heeft aangegeven dat hij het aanvoerder ontwaardig vindt. Dat Bergwijn ervoor kiest om een tatoeage in zijn gezicht te zetten. Maar het is ook eerlijk gezegd, heb ik er een foto van gezien. Luister. En ik kon niet zien wat er stond. Nee, maar nee, zij zou, toch? Luister, als zij wat kunnen zien. En dan nog? Bergwijn bepaalt gewoon lekker zelf wat hij wil doen. Klopt, we leven, nee, maar luister. We leven in een hele andere tijd. Ga jij mij vragen? Juist. Zou ik het vroeger doen? Zou ik zeggen nee. Waarom nou, niet vroeger? Juist vroeger toch? Nee, maar vroeger. Ja, wij zouden het wel vroeger, doen. Luister, vroeger. Luister. Vroeger werd er niet. Had je alleen maar zwarte schoenen. Ja. Nee, de eerste klopt, beste die klopt, met nee, één maar, kleurtje op zijn schoenen kwam. Ik over jouw moest tijd springen. Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel mijn epoca tijd. Qua tatoeages en dat soort dingen. Ik bedoel van. Toen kwamen rappers als Young Tok ineens door de bocht. Dat waren rappers die hadden tatoeages in hun gezicht. De eerste, wij als voetballers zijn. De eerste tatoeage die ik had gezien. Het is wel een beetje ongepast hier. Maar die had hij op zijn geslachtsdeel. Stond een gup. Maar was dat een voetballer of ja, voetballer. Een voetballer. Stond een gup. Oké. Maar als hij opgewonden was, stond er goed uit Paramaribo. Ai, ai, ai. Ik moet schoppen. Ah. Ja, ik ga mee met jullie niveau, vriend. Nee, maar eventjes, alle gekheid op een stokje. Als Bergwijn een tatoeage wil doen, ja, ja, joh, het is niet meer weg te denken, dus laat Bergwijn lekker tatoeage doen. Als aanvoerder van tijd, het is een andere tijd, jongen, dus ja, laat hem lekker doen. Wat ik alleen vind, is, ik vind de uitspraak zeg maar, aanvoerder ontwaardig voor Ajax, vind ik zeg maar, best hoog gegrepen. Om het feit dat ik vind van, we leven toch zeg maar, echt zwaar in de moderne tijd. Nee, maar, ook al dat die, luister, Valentijn Driessen, ik mag hem super graag, maar Valentijn Driessen, die gaat. Die ja, gaat gewoon keihard overal in. Hij heeft maling aan alles. Hij heeft met niemand vriendjes te maken. Nee. Hij heeft bepaalde mening en die zegt hij boem. Ja. Nou, en hij vanuit zijn kant, want ik waardeer ik ook, weet je wel. Ja. Hij heeft echt maling. Wat je van hem vindt, mag iedereen zelf weten. Maar om een lang verhaal kort te maken. Ja, dat is iets te laat nu. Vind je een tatoeage in het gezicht fout als je Ajax aanvoerder bent? Ik zelf? Ja. Ik nee. Oké, dus het kan. Ja, tuurlijk. Voor mij. En voor jou? Kan ook. Okay. Je luister, we praten over tatoeage gezicht, want dat betekent iets bij spreken. Terwijl er eentje helemaal geen tatoeage heeft, ideale schoonzoon. En die zit vast in de gevangenis, of weet ik veel wat. Weet je, dus we worden beoordeeld op van wat normen en waarden van andere mensen zijn. En tatoeage staat iets als iets slechts, zeg maar, te boek. Ja. Je bent Ajax, beursgenoteerde club. En dan moet je ook dus representatief een voorkomen hebben. En daar vinden dus sommigen dan een tatoeage in je gezicht dus niet representatief. Ja. Maar wie bepaalt dat dan? Ja. Nee, dat is zeker dus waar. Wie bepaalt dat dan? Ja, dat weet je. Snap niet. Je degene, weet je, weet je? Nee, maar omdat Valentijn Driessen zei er daarna ook bij. Dat, je hebt natuurlijk nu, Ajax heeft nu zeg maar een soort van bad image. Ook natuurlijk hetgene wat zich nu natuurlijk heeft voorgesteld. Heeft afgespeeld. Image kan je alleen maar veranderen door prestaties. Wat betreft Quincy Promes, zeg maar. Omdat hij natuurlijk ook vanuit Ajax uit weg is gegaan weer. Maar hetgene wat nu allemaal rondom hem speelt. En dan krijg je nu dan Bergwijn. Ja, maar dan moet je, dan, dus als je zo gaat praten, dat is wat dan moet je alles vergelijken. Ja. Want nu wordt dus eentje vergeleken, Quincy Promes. Hij heeft erover dat ze bezig zijn met de image weer verbeteren. Maar als je dan een aanvoerder hebt met een tatoeage in zijn gezicht. Nou, maar dus wie bepaalt dan dat een aanvoerder met een tatoeage in zijn gezicht. Dat het nadeel is voor je image? Ja. Dat is alleen maar hoe je ernaar kijkt. Ja. Want het is niet schadelijk. Kijk, wat Promes heeft gedaan. Wat feiten zijn. Wat is misschien ook bewezen. Dat is dan schadelijk. Een tatoeage in zijn gezicht. Is alleen maar een mening van wat die persoon daar, zeg maar, daar vindt. Ja. En dan kan ik wel begrijpen wat Valentijn zegt. Ja. Alleen, het zijn geen feiten in mijn ogen dat je zegt van nou, dat kan niet. En dan ben je Ajax ontwaardig. Nee, vind ik niet. Aanvoerder ontwaardig, sorry. Aanvoerder ontwaardig. Dan gaan we ook praten over. Oh, 5-0 zeg ik tegen jou. 5-0 vandaag. Ik zei 0-10. Ik zei 3-1.
0-10 wint, zei ik. Ja, ja. Ja. Ik had het niet door in het begin. Nee. Camera op mijn kop. Doe je nog boxen? Het grote PSV zegt... Valentijn kijkt gewoon heel kritisch naar voetbal. En dat is juist heel leuk om te lezen in plaats van dat deugen. Ja, nou precies. Maar je hoeft niet altijd met hem eens te zijn. Nee, klopt. Maar ik snap van zijn kant, snap ik het wel. Nee, want als hij het onderbouwt met wat hij zegt, is gewoon heel logisch. Nee, kijk, het onderbouwen doet... Je kan alles zeggen van Valentijn Driessen, maar onderbouwen doet hij altijd. Ja, nou, daarom. Dus als hij wat zegt, dan kan hij ook uitleggen waarom hij het zegt. Ja. Maar dat bedoel ik niet mee te zeggen. Ik bedoel meer te zeggen van, oké, we hebben het nu dan over Steven. Die heeft ervoor gekozen om een tatoeage in zijn gezicht te plaatsen. Ja. Ik kan jou nog niet vertellen wat er staat. Het is echt minuscuul. Ja, maar in mijn ogen maakt niks uit. Als je dan gaat... Hij heeft wel een punt over zeg maar, de bad image die zich nu rondom Ajax... zeg maar, door bepaalde spelers... Als ik daar eens over mag zeggen, bad image, hè? Bad image, kijk, de tijden veranderen gewoon. Ja. Wat ik net zei, vroeger in onze tijd... als je kwam met zwarte schoenen, voetbalschoenen... als je een kleurtje had, moest je de hele training moest jij springen... want je werd verrot getrapt. Nu zijn er eens meer zwarte schoenen. Nee. Ja. Dus... Ook die tatoeages, dat soort dingen, ook dat verandert. Tuurlijk. Weet je, het staat niet meer als je een tatoeage hebt, dan kom je net uit de gevangenis. Of je bent een tatoeage. Het is nou gewoon kunst. Bij wijze van spreken bij sommige mensen. Nou, en Steven heeft wel kunst in zijn gezicht. Nou, prima. Ja, als je mijn mening vraagt, ik zal je eerlijk zeggen, ik was er waarschijnlijk... Ja, ik vind tatoeages vind ik gewoon helemaal niks, weet je. Ik was er waarschijnlijk niet op gekomen om te zeggen... dat het eventueel aanvoerder ontwaardig is voor welke club je dan ook mag spelen. Ik denk juist dat het altijd wel iets is geweest rondom de voetballers. Nice tatoeages, longsleeve. In het gezicht is dat natuurlijk weer een stapje verder. Dat is een beetje rondom de rapcultuur. Ja. Maar ik denk niet dat het per se aanvoerder ontwaardig is. Dat denk ik niet. Tuurlijk niet. Nee, en ik denk het is een mening en zijn mening is onderbouwd. Hij moet en ik snap hem ook. En hij moet dat vooral ook zo ook blijven doen en zeker blijven zeggen. En ik begrijp hem zeer zeker. Maar om dat dan vast te pinnen dat het dus feiten zijn van... nou, dan ben je Ajax aanvoerder ontwaardig. Nee, dat is een mening. Snap jij deze, Andy? Ruïna op AC vroeger, Roya. We zijn oud geworden. Ruïna op AC vroeger? Alexander College, dat was mijn middelbare school. Oké. Gaande. Love. Ruïna. Ja, was je op school een beetje... Nee, niet per se ik. Gewoon onze school was echt hectisch. Maar dat is de Alexander College en dan heb je de Torbekken. Er zitten Feyenoorders, Spartanen en de jongens die bij Excelsior voetballen. Topsportklas. Luister dan. Ik zie daar wel een goede opmerking. Dat is wel hetgene wat wel voor mij zou veranderen. Het gaat meer om een voorbeeld richting kids. Met die zin heb je mij sowieso gewonnen. Als dat dus... leidend zou zijn voor of het dan wel om niet te doen... en je bent als voorbeeld... dan zeg ik van, geef ik die mening zeker wel waarde daaraan. Zeker alles wat met kinderen te maken heeft, zeker ook in deze tijd. Dan vind ik dat zeker... Ajax heeft nog 0 keer geschoten. Ja, 0 boys. 1 keer geblokt, 1 keer geblokt. Dat is wel echt typerend, man. Ik heb het niet heel veel gezien, moet ik eerlijk zeggen. We waren alleen maar aan het aanhoeren. Wauw. Wow. Baloo. Vakken met die roze oudje. Wie zegt dat? Fernando Torres. Hey Fernando, let op zometeen. Andere pak. Pink Panther. Hij moet Pink Panther optreden nog straks. Nee, want ik heb Danny heeft wel een goed punt. Hij heeft het over Bergwijn waarschijnlijk. Dat hij aangeeft van hij heeft er niet voor gekozen om een voorbeeld te zijn. Ja. Ja. Maar dan moet je ook zeggen van nou, ik neem dan bijvoorbeeld die aanvoerderband niet. Dat zou je dan kunnen zeggen. Bewijs. Dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Ja, maar dan nog, maakt het niet uit of die aanvoerder is of niet. Al was het een andere speler. Ik denk dat er geen punt van was gemaakt als hij dus geen aanvoerder van Ajax was. Dan niet? Dat denk ik dat ze geen punt hadden gemaakt over die kleine tatoeage wat in zijn gezicht. Maar dit is toch wel zeker dat ze dan niks hadden gezegd. Maar dit is toch het hele ding waarom ze dit willen creëren. Of daarover gaan schrijven en zo. Dat wij het erover gaan hebben. Weet je, dat is hun doel. Hier, 3-0. Oh! Bij het spel. Nee. 3-0. Dit is anders. Wat zijn ze slecht, hè? Wat zijn ze slecht, hè? Jantje Beton in eerste helft. Wat zeg je hiervan? Oh, yo. Dit is niet normaal. PlayStation al, Mattie. Kijk. Je PlayStation. Deze PlayStation model. PES
FIFA. Oei, joh, oei, joh, wat schande. Feyenoord. Oei, joh. Johnny van het schip. Schimpet, schinkend schip. Oh, de... Omhaal. Die mannen doen omhaal en zo. Jiménez, volg. Oh, nee, 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 nee. Die mannen doen omhaal. Hato staat daar nog, zie je dat? Ja. Oh, deze is wel buitenspel volgens mij, man. Jawel. Jawel, dit is wel buitenspel. Dit is buitenspel. Sorry voor het gejuich. Nee, volgens mij stond Hato daar nog wel, hoor. Hato heft het op. Ja, denk je? Het is geen buitenspel, hoor. Zo, drie... Jantje Beton, eerste helft, para. Hier, kijk even wat hij zegt. Ja, hij zegt iets goeds, Patrick. Weet je wat het is? Mensen hebben altijd een onderwerp nodig en ze doen zo'n domme onderwerp. Hou die man in zijn waarde. Laat hem zelf kiezen. Ja, precies wat jij zegt eigenlijk. Precies wat ik zeg. Wat jij zegt. Goed hoor, Patrick. GWM, Patrick. Moet me niet bellen als ik aan het werken ben. Buiten bed moet je me niet schreeuwen. Bro, is er een genomen? Nou, je wil me niet zien als ik een stipelletje heb genomen, jongen. Dan ben ik heel rustig nu. En dat kan helemaal niet, nu. Ja. Oh, hij telt toch. Ja, ja. Hato stond nog daar. Gaande. Kut, sorry. We gaan daar zitten, Glenn, even nog. Ik had eigenlijk verwacht dat Ajax deze wedstrijd scherp zou beginnen. Net zoals bij PSV thuis. Maar niets is ervan. Gefeliciteerd, Royston. Dit gaat Feyenoord nooit weggeven. Dankjewel, je bent in ieder geval eerlijk. Gaande. Ja. Ze gaat weer, hè? Paardje rijden. Nou. Kun jij nog wat lekkers voor me inschenken? Tuurlijk. Cola, toch? Nee. Gewoon cola, hè? Ja, gewoon cola. Cola met ijs. Met ijs. Jongens, zijn we slecht, hè? Oh, wat een schande. We zijn live, hè? Hij zegt, wat zijn we slecht, hè? Ajax, zegt hij. Hij zegt Ajax, hè? Ajax en Feyenoord. Gaande. Wat zijn we slecht? Ik ben toch Ajax? Ja. Het is echt niet normaal. Heb je wel wat gezien van de wedstrijd? Jij wel, hè? Ja, ik probeer wel een beetje te kijken, ja. Nou, Glenn, wat vond je van de eerste helft? Nou, ik vond Vitesse heel goed spelen. Juist, als een neutrale toeschouwer. Ja. Ja, zeker. Coca-Cola. Ja, Coca-Cola. Oké, is het, pa. Ja, por favor. Oké. Ik hoor dat jij een fijn huis hebt in Spanje. Wanneer mag ik de volgende keer mee als jij... Drie dagen, vier dagen. Kom ik gewoon chillen bij jullie thuis. Is goed. Ik neem mijn eigen geld mee. Je hoeft niks meer. Daar mag je komen. Alles is op slot. Dat moet je van tevoren wel zeggen aan het denken. Ja. Dat maar wel niet. Zeg wel anders. Zeg dit tegen zijn vrouw. Ja, die denkt dat hij gratis vakantie kan komen vieren. Mag wel, dat is van mij. Moet me toch niet. Melissa betaalt alles. Sikkel. Goed zo. Nou, eerste helft. Nou, ja, 3-0. Wat gaat het worden? Hoeveel gaat het worden? Nou, ik denk dat, volgens 6. Mij ben ik nog de enigste... Nee, jij bent een van... 5-6, denk ik. Jij hebt gezegd 0-10, dat is nog mogelijk. Ja. Ik heb gezegd 2-0 of 4-1. Dus mijn tweede stand zou eventueel nog kunnen. Jij? Maar ik denk persoonlijk dat Ajax niet gaat scoren in de Kuip. Ik zei 3-1, maar dit kan, als het zo doorgaat, kan het... Dit gaat gek worden waarschijnlijk. Ik heb je al gezegd, als ze 5-0 winnen of meer, dan rijd ik Alarecht naar de Fortuin. Hofplein. Ga je daar naartoe? Fontein? Ik weet 100% zeker dat het dan chaos wordt daar. Rotterdam is vandaag een feestje. Oh, ze staan zwaar onder druk, Ajax. Hè? Ze zijn niet één keer uitgekomen. Nee. Hoe kan het? Eén schot, eentje van gods, die werd geblokt. Voor de rest hebben ze niks gecreëerd. Nee. Het is echt een schande. Het lijkt me of ze een beetje voetballer zijn van... ze kijken maar 1-2 meter vooruit... in plaats dat je eigenlijk een beetje linies moet overslaan. Maar laten we gewoon eerlijk zijn. Ik denk dat ze nu ook gewoon een beetje ontzag hebben voor Feyenoord. Laten we het Kuipvrees eventjes terzijde laten. Laten we eventjes... Het stukje terzijde laten dat Slot het goed doet met Feyenoord. Ik snap dat niet als voetballer. Nee, maar kijk, wat jij moet begrijpen, broer. Als jij een auto hebt waar jouw motor niet optimaal werkt. Juist, precies. Dat is Ajax op dit moment. Ja. Als jij dan nu ineens naar Feyenoord moet,
Ja, maar dan nog... Al wetende dat je waarschijnlijk gaat verliezen. Dan nog, kijk. Ik noem dat als voorbeeld. Stel, ik zou tegen Messi spelen. Ik verlies 10 keer van hem. Ja toch? Hè? Messi, hij is altijd beter. Jij zou alles maar Messi moet wel 10 keer laten zien dat hij Messi is. Juist. Snap wat ik bedoel? Die mentaliteit kan je altijd meenemen. Ja, ik denk en dat heb dat ik soms het idee dat dat niet meegenomen wordt. Nee. En dat heeft niks te maken met onder indruk. Want dan ben je al niet onder de indruk. Nee. Al is die beter. Maar je gaat het toch moeten laten zien. Ik weet, mensen zijn mensen. We kunnen het ene beter. Precies, heb jij dus maar je gaat ook over mijn lijk, vriend. Tuurlijk, maar dat missen, dat missen ze. Nee, maar dat geloof ik wel. Maar heb jij niet ook gedurende de carrière wel eens gehad... Niemand, als ik slecht speel... Maar niemand. Ik werd alleen maar boos over mezelf. Nee, precies. Maar ik moet zeggen, gedurende je carrière dat je een wedstrijd ging... en dat je dacht bij jezelf van, oh, vandaag, jongen, heb ik er zin in, jongen. Of vandaag ga ik die... En dat je op een gegeven moment speelde, dat je bij jezelf dacht van... hé, wat is er met mij aan? Kan ik nog wel een balletje raken? Ik heb wedstrijden gespeeld. Daar speelde ik echt goed. Ik werd van het eerste jaar Vitesse... werd ik gewoon voetballer van het jaar van Vitesse. Met spelers als Philippe Cocu. Ja. Theo Bos, de Sturing, dat echt topspelers, weet je allemaal. Word ik van speler van Sparta, kom het eerste jaar en ik word voetballer van het jaar. Dat betekent dat je echt goed speelde. Ja. En ik werd derde voetballer van het jaar van Nederland. Dat betekent dat je een hoog cijfer moet halen ook, hè, voor de Telegraaf. Ja. Speelde tegen Gerry Sende van Roda. Ja. Nou, normaal gesproken met 2 vingers in je neus zou ik die altijd makkelijk in mijn zak kunnen hebben. Alsof ik 40.000 kilo aan mijn benen had, moet spreken. Hoe kan het dan? Wat is... ik weet het niet. Het slaat ik weet niet. Je wil het graag, maar op een of andere manier lukt het niet. Wat jij net ook al zei. Ja, ik persoonlijk, dat is mijn mening. Ik denk toch dat de tijd zodanig gekeerd is... dat ook dus de spelers van Ajax nu zwaar ontzag hebben voor zeg maar de harmonie binnen de club Feyenoord op dit moment. Gewoon die rust en wetende dat het zeg maar goed zit. Wat Ajax altijd heeft gehad, ongeacht... Ajax, zeg maar, misschien geen eerste stond in de competitie. Ze wisten altijd dat er een tijd ging komen dat ze maar toch kan wel je gingen toch nog, omkeren. Kan je toch nog met die mentaliteit... Ja. kan je toch nog jouw directe tegenstander... Niet met dit team. Maar het is kwaliteit. Dus je mist kwaliteit. Kwaliteit. En je mist ook kwaliteit. Je mist mentaliteit. Je mist steunfactor. 2 keer kwaliteit missen. Ja. Juist, je mist kwaliteit en hier. Je mist ervaring. Je mist ervaring. Je hebt nu dan Jordan Henson. Maar je mist dus... 3-4 steunpilaren, dat als je maar naar ze kijkt... dat je al zoiets hebt van, als ik nu mijn bek op het recht krijg... ik me toch Maar dat is niet. Dat dus. Ja. Maar dat is overal gezeik, toch? Kijk, op het veld is gezeik. Bij het bestuur is gezeik. Nu ook weer hebben Alex Kroes... Die heeft weer aandelen gekocht. Het is allemaal één soapserie, jongen. Dat moet er gewoon uit, allemaal. Ja, maar dat is constant bij Ajax. Elke keer wat. Altijd is er wat. En in mijn ogen, niet altijd... Maar vaak heeft dat met ego te maken. Mm-hmm. In mijn ogen. Ja. En ik denk gewoon, als je zo'n club hebt met zo'n historie... dat je gewoon eigenlijk... het enige wat jij moet zorgen is dat jij dat behoudt als club zijnde. Dat je weet... Kijk, even een lang verhaal kort te maken. Toen Overmars wegging, toen is eigenlijk een beetje alles ingestort. Ja. Hij was de eerste die grote risico's nam met spelers te gaan halen... die een ongelooflijk salaris verdiende. Ja. Maar daardoor wel een onwijze boost in kwaliteit kreeg in je team. Gecombineerd met in die tijd bijvoorbeeld dat spelers als De Ligt en De Jong ook doorbraken. Ja. Met de balans met spelers als Tadic, die opeens 3-4 miljoen bruto zeg maar, verdienen... wat ze normaal Ajax nooit aanbood. Ja, klopt. Maar nou wel naar die club toekwamen, Daley Blind. Dat je dan op een gegeven moment een prestatie neerzet... en daardoor ook door die prestaties nog meer geld binnenhaalt... waardoor je nog meer dat ze spelers kan kopen... is er een tijd, op die manier hebben ze het omgedraaid, Ajax. En op het moment dat Overmars weg is gegaan, wat voor reden dan ook... is het ook in gezakt. En wat je nu ziet, is dat Feyenoord eigenlijk die plek heeft overgenomen. Ja. En dan, dit is het mooie eigenlijk, maar dan eigenlijk zonder geld. Maar door een trainer die iets naar zijn hand zet, iets in zijn hoofd hebt... en dat tot uitvoering wil brengen. En dan ook zelfs, als je dat tot uitvoering gebracht hebt... en iedereen ook applaudisseert van wauw... dat de beste spelers weer weggaan, verkocht worden. Maar dat... En dan weer opbouwt. Ja, dan ben je gewoon goed. Maar dat heeft ook te maken met ook het bestuur van Feyenoord, hè? Wat ook heel top functioneert. Weet je, Ter Kloes is dat, toch? Echt goed. Jongen, dat is ook gewoon een zakenman, jongen. Die verdient ook gewoon dat in compliment, jongen. Nee, maar er zit een goed structuur in binnen Feyenoord. Ja. Absoluut. Ik ken ze niet allemaal, maar je ziet het gewoon. Je merkt het gewoon eigenlijk aan iedereen die werkt. Binnen de toko.
als iemand maar met je praat. Ik ben dan laatst gevraagd voor de commercial zeg maar, van Feyenoord. Voor het nieuwe hoofdsponsor van. Alles gaat natuurlijk gewoon heel strak en met beleid en pap, pap, pap. Ja. Alles is zo geregeld. Je ziet nu gewoon van iedereen zit in dat soort. Ja. Ja. Ja, het is gewoon echt. Het was altijd al een topclub van Nederland, maar. Maar nu topclub ook in prestaties ja. daarnaast. Ja, 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 ja. Juist. En dat heb ik bijvoorbeeld niet meegemaakt in mijn epoca Feyenoord. Ik kwam dan wel bij Feyenoord 1, maar wij moesten gewoon echt strijden om wedstrijden te winnen. Ja, ik had niet het gevoel dat wij met twee vingers onder onze neus naar een uitwedstrijd konden. Maar jij straalde wel. Ja, dat weet je, in die tijd, dus ook al zou Feyenoord dan niet bovenaan meedraaide. Jij stak er wat mijn kofst bovenuit. Maar dat was gewoon natuurlijk talent. Dat kwam natuurlijk ook door het toernooi van Jong Oranje. Jong Oranje, dat je daar ging. 2017 maar dit is 2007. Als je mij vraagt, van wie ben je dan dingen zo? Nou, dit soort dingen vind ik dan mooi. Waar eerst is Ajax. Toonaangevend is, ook in het buitenland en eigenlijk altijd al is geweest. Waar dan nu dat Feyenoord dat dan had overgenomen, maar dan ook terecht. Dat je ze gewoon met een gegeven moment in het buitenland ziet voetballen. En dat ze gewoon overtuigend zijn. Dat ze de wil opleggen bij Lazio clubs Bizar, die, waar je normaal gesproken denkt van. Dan word je dat vroeger werd je 3-4-0 weer weggespeeld. Nou, dan geniet je als voetballiefhebber. En dat vond ik mooi. Tuurlijk. En dat heeft te maken ook met vertrouwen door een trainer ook die jou. Gewoon het vertrouwen geven en daardoor gaan jongens harder lopen. Hoe jij omgaat als trainer met jouw team, krijg je er wat voor terug. Ja. Ben je een klootzak, denk je ze, ga weg maar met die gek. Ik had met Neumann. Ik was bij Vitesse. Later is wel bekend geworden hoe ik mijn leven verkloot heb. Nou, dat deed ik al tijdens mijn voetbal. Ik kwam te laat, ik woonde dichtstbijzijnde bij het stadion. Ik had de meeste kilometers op mijn auto en ik was altijd de laatste. Weet je wel? Voordat ik naar Vitesse ging, dronk ik en rook ik niet. Nou, ik ben daar gaan roken en drinken, stappen, alles. Maar ik bleef presteren op het veld. Ja. Maar ja, ik kwam wel heel vaak te laat. Of we pisten naast de pot, bij wijze van spreken. Ik kwam één keer, moest een wedstrijd spelen. 3 kwartier voor de wedstrijd kom ik aan. Oh. Normaal kan je geloof ik gelijk weer naar huis. Ja, ja. Hij zegt tegen mij, oké, we gaan het later wel even hierover hebben. Maar ik wil alleen weten, kan je spelen? Heb je genoeg tijd voor me? Ik zeg ja, natuurlijk zei ik ja. Ik ga spelen, ik maak een doelpunt. Ja, daarna was het oorlog. Die week daarna met de Herman Neumann. Ja, maar hij liet me wel spelen. Ja. Ik zeg niet dat het goed is, maar voor die trainer, ja, daar loop ik mijn longen uit mijn lijf voor. Snap je? Dat is ook teambelang. Snap je? Jij was in vorm. Snap je? Dus ook teambelang. Het is niet alleen maar zo van. Weet je, dat is het nadenken over iets. Edward zei gisteren over Moussa. Hij was ziek gemeld, die rechtsbuiten van Vitesse. Die gaan naar Feyenoord. Die gaan naar Feyenoord. En dat hij nu al bezig is met de transfer, dingen, dat werd een beetje verweten. En het werd eerst een beetje gebracht van dat hij thuis was gelaten, omdat als we mensen in ons team willen hebben, willen mensen die er vol voor gaan. En die met de. Ik zou hem altijd er meenemen. Weet je? Ja. Je hebt alles, elke kwaliteit heb je nodig nu. Ja, juist. Neem hem mee. Weet je, komt hij net 1 minuut voor de wedstrijd, maar hij presteert in die wedstrijd. Ja. Nu is alles geoorloofd. Het kan ook vanuit de speler zelf komen. En vanuit zijn management. Maar die speler zelf moet de mond houden. Je staat onderaan. Als je die ranglijst omdraait, dan sta je bovenaan. Ja, als je TV omdraait. Stel dat hij nu in deze laatste fase geblesseerd raakt. Hoe bedoel je? Stel dat hij in deze laatste fase geblesseerd raakt, bijvoorbeeld. Oh, je praat nu voor Moes. Voor Moes. Ja, het kan ook zeg maar. Het kan zomaar zo zijn dat het vanuit de club uitkomt. Maar het kan ook dat het. Moes, dat bedoel ik goed, hè? Want, kan ook zijn dat misschien management van Moes heeft gezegd van. We hebben liever niet dat hij deze laatste wedstrijd. Weet ik. Ik moest. We praten wel over Roda. Ik had een contract getekend voor bij Arsenal. We moesten nog even heen en weer praten, maar het was gewoon rond. Maar ze wilden liever niet dat ik ging spelen nog. Ja. Nou, ik moest tegen Roda uit. En onze voorzitter wilde gewoon dat ik speelde, want ik was natuurlijk in vorm. Maar ik heb toen gezegd van, nou, ik speel niet, weet je wel. Omdat ik ga geen risico's nemen, dat ik straks bezit rijd. En ik kreeg 1 miljoen bruto kreeg ik per jaar. Ja. Ik denk, ik nog 1 wedstrijd spelen en krijg een trap tegen mijn poten. En ik kan de fluit daarna. Dus tuurlijk denk maar ik ook nu voor Vitesse, dat is ook belangrijk natuurlijk. Hè? Die hebben geld nodig. Kijk, als hij nou geblesseerd raakt, ik weet niet of hij al getekend heeft. Nee, precies, daarom zeg ik. Ja. Het zou vast wel een reden voor zijn dat hij niet speelt. Ja, een grote reden voor zijn. Ja, maar het werd een beetje gebracht van oké, blijf dan maar thuis, want we willen alleen gemotiveerde spelers hebben. Ja, zo kan je het natuurlijk naar buiten brengen. Maar ik denk dat Vitesse zelf ook niet, wat je zegt, ze hebben geld nodig. Ja. En met deze jongen. Nou, geld nodig, dat geld wat ze van Moussa krijgen, dat is echt niet genoeg om te redden. Nee, maar het is wel een begin. Ja, wel een begin, maar ik denk dat ze nu met tijd te maken hebben. Ik bedoel, het is een begin, maar als het een druppel is op een plaat. Weet je, dan houdt het ook op. Kijk, ga 2-11 kijken, jongens. Kom. Okay. Welke wedstrijd is het? Ja, hoeft eigenlijk niet te kijken, want het is toch al voorbij. Maar goed, we gaan kijken. Ik ga eventjes
Ik vind deze, zo, deze ga ik... Leuk. Schat, waar is ja, mama? Man, waar is mama? Krijg gewoon lekker thuis op bankje, jongen. Heerlijk. Is leuk, is leuk. Kom. Kom maar, schat. Dan moet je die bal wegschieten. Achterin pingelen heeft Ajax al meerdere tegengoals gekost. Ajax denkt altijd maar vanuit achteruit op te kunnen bouwen. Jammer, joh. Ja, maar is echt zo, hè. Ze willen altijd opbouwen. Dat kan helemaal niet met dit team. Dat gaat gewoon niet. Je moet gewoon een lange bal erin gooien. En dan aansluiten. Hij schat. Ik ga het wat luider zetten, technische afdeling. Ja. Hij schat. Dankjewel. Hij schat. Hé, meisje. 75, ja. Hé, meisje. Gaande. Ja, je bent lief. Lieve, lieve schat.
Ja, baasje, even voetbal kijken. Oh, die Glenn, mooi hè? Glenn is schande. Eerlijk is eerlijk. Maar ik had echt niet verwacht dat hij neutrale toeschouwer was, man. Nee, ik ook niet. Dat wist ik niet, man. Ik dacht dat hij wel echt voor. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij voor Ajax was. Ik dacht ik ook. Omdat hij daar gespeeld heeft in de jeugd ook, toch? Ja. Of hij wil het gewoon niet zeggen. Wissel. Ajax. Oh jee, kijk dan. Oh. Van de bomen erin. Lien stond eruit. Ekpom. We zijn hier. We zijn... Ja, mooi hè? Hé, hey, scheids, hij slaat hem! Hé, hey, hij is andere kleding aan aandoen, Royston. Ja? Moeten we even zeggen zo, hè? Andere, niks zeggen eerst, niks zeggen in het begin. Nee. Laat die man gewoon zitten, nieuwe outfit. Dan gaan we hem daarna kleuren na 10 minuten. Je weet toch? Laat hem gewoon zitten. Hij is nu sponsormodel aan het doen en zo, je weet toch? Hé, hey, Glenn is even weg. Ik val even voor Glenn in. Ik heb een gelul van het roze pak en zeg wegwezen. Skinny jeans? Ja? Skinny jeans model. Ga dan. Hé, die wil toch gewoon een andere outfit doen? Of niet? Hé, hey, Timer, jij bent wel de eerste gast die aan... Die man kleurt het helemaal anders. Alleen maar lobby. Hij voelt zich echt thuis, doet gelijk pyjama aan. Ja, sponsors jongen, super trots op. Al 5 jaar jongen, al 5 jaar. Wat sponsor dan? Al 5 jaar. My brand. Dat zijn mooie dingen man. Gaande. Ziet er goed uit. Super trots op. Ziet er goed uit tot hier. Ja, net, ik werd net gebeld door Gerard Joling. Ik zeg luister. Gerard Joling. Hé, maar de VAR, volgens mij is VAR vandaag niet mee. Doet VAR vandaag niet mee. Hoezo? Hensbal. Bergwijn geeft net een soort van MMA appelkat aan Nieuwkoop. Niks gebeurd. Rood voor Bergwijn, zeggen ze. Wouter Buffalo zegt, beter dan, dat roze outfit, dan die roze outfit. Maar die roze die gaat gewoon weer aan, hoor. Maar ik vind het wel even leuk zo. Ja, ik laat even wat andere pakken zien. Ja, ja toch? Dan. Doe je goed. Gaande. Volgende keer komen we. We moeten ook twee outfits. Ja, maar... Ja. Die kijk Dani. Dani, wat is dat, Dani? Wat ga je doen? Potje dammen. Oké, jij bent. Ik zet hem op G. Pas op met Dani. Mooi hè, die mensen hier. Echt geweldig. Erg leuk hè. Glenn Dior. Glenn Bias pakje. Glenn Dior. Link. Tijd maar even. Volgens mij was het maar een Bias pakje. Volgens mij komt die 4-0 nu. We moeten wel even naar die wedstrijd kijken nu, man. Ja. Ja, maar die kom was daar. Glenn Bias pakje. Ja, hoogwater Glenn. Nee, dat is nieuwe mode, jongens. Dat is mode. Wie zegt dat? Dat is water, dat is mode. Die broekmaatje te kleed. Daar heb je geen sokken bij. Ja, wat zei hij? Hij zegt, maatje klaar, maar dat is mode, vriend. Dat kan ik ook niet zo doen, weet je wel. Broer, ik ga je eerlijk zeggen. Mijn dochter van 14, Lila in Drenthe. Ja. Kijk, ik ben gewoon van af en toe skinny jeans, af en toe wijde pijpen. Ja, toch? Zodra ik skinny jeans aandoe. Zeg ze van, wil je alsjeblieft gaan omkleden? Ja, je hebt zulke benen. Nee, kijk, dit is gewoon skinny jeans model. Het is gewoon gaande. Ze zegt gewoon tegen mij van, nee, skinny jeans is uit de mode. Ik zeg, jij bent helemaal gek, hè? Zijn bovenbeen is gewoon mijn borstkast. Nee, man. Ik zeg je eerlijk, ik ben niet die... Valt mee. Ik, niet à la Broby of zo. Broby is anders. Nee, wel. Ja, je bent ik heb wel wat anders gespierd, je weet toch? Nee, maar dit is, kijk, voel. Zwaar gespierd, je weet toch? Nee, maar voel dat. Het is stress. Kijk, voel. Daar snap je het. Snap je? Ja. Oh, ja. Of niet? Hij is gaande, hij is gaande. Het is een bepaalde modestijl, weet je. Vind ik ben blij. Hij is gaande. Zeg je eerlijk, gewoon. Lobby. Oh, kleine schat van de bas. Kleine schat van de bas. Love, Petja. Major. Je een brave kind. Een brave kind. Zo. Bro, hey, en, ja. Even serieus man. Kijk, even serieus man. Ik oh.
Ik wil gewoon dat je mijn man een compliment geeft als Ajax ziet, man, bro. Ja, ja, ze doen het toch goed, Feyenoord? Even serieus, 100.000%. Jullie komen er gewoon niet uit. Nee, helemaal niks. Ze komen niet eens over de helft heen. Dat is echt fire, man. Laat die skinny jeans in de kast. krijg Glenn een teenmassage van die dago. Die komers, jongen, daar. Ja, schitterend, schitterend. Ik denk dat ik zo meteen nog een keer naar mijn auto loop. Wat mooi, wat mooi. Die hond gaat schijten, joh. Ik moet geen borst geven. Nou, doe maar. Eén woordje. Melissa moet toch opruimen. Eentje voor jou. Kom, kom. Ook eentje voor jou. Alsjeblieft. Lekker! Nu zijn jullie sowieso mijn matties. Kan niet anders. Wispelen alles. Jij ook eentje, zo lok jij die teefjes, hè, met worstjes. Nee, die is van haar. Zo werkt het niet. Weet je? Ja, die is van jou. Alsjeblieft. Kom, ga daar eten, want ze gaan hem van je pikken. Zij gaan hem gewoon pikken van haar. Kijk, ze heeft hem daar gezet. Je wilt hem stallen? Of ze wil het niet? Deze is niet van Worsje. Hoeveel hondjes heb je thuis eigenlijk? Vijf. Vier. Vijf teefjes, vier hondjes. Oh, deze, kijk, deze klaart hem rustig. Eerst likken dat Worsje. Ja, gaat altijd rustig doen. Ja. Ik ga stuk. Heb jij ook huisdieren? Op dit moment niet. Jij, Glenn? Hola. Nee. Kijk, dat beeldje wat je daar hebt, die Franse boer, ik had twee van die. Ja, Angel, leuk, hè? Angel en Missy, ja. Nee. Dat mag niet, hè? Kijk, komt die grote. Hou je voetjes van de tafel. Ja, wat denk je? Nee, jij... Hey, voor jou hebben we geen worst. Maar je hebt nog geen worst. Je hebt een groot. Oké, okay, Nospang, voor jou hebben we één grillworst. Nospang. Hij zit er maar te kijken. Hij zit een grillworst. Ik pak die bruine worst wel. Voor jou grillworst, eentje. Alsjeblieft. Pak dan. Pak maar. Nee! Pak maar. Ja, nee, dat hij echt niet. Ik geloof dat geen niet. Hoe heet hij? Ijf. Hij is bang voor jou. jij bent geen Caesar van die hondenvlaasdrager. Hey. Kill. Doe niet zo verwend. Laat je baas met rust. Ja, alsjeblieft. Ah, goed zo. Goed zo, jongen. Huh? Grillworst. Wat zeg je dan? Ik heb niet meer voor jou. Hoe heet deze? Coco. Coco. Coco heeft die modellen gevonden. Coco B. Coco B. Coco denk, hier moet ik zijn. Yeah. Huh? Oh, gaande, hè? Worst, alles voor jullie hier. Beste. Ja, je bent braaf. Ik loop je. Dankjewel. Zodadelijk. Eén olijfje dan. Is lekker, hè? Even wachten. Dadelijk. Even mijn handen wassen. Het is lijf, weet je toch? Dadelijk gaan mannen zeggen van ja, je geeft eerst worst aan honden. Ik kan daar wassen. En daarna doe je zelf worstje in je mond en zo. Of... Lekker, man. Mensen, ik ga nu mijn handen wassen, maak je niet druk. Daarna pak ik een lijfje, weet je toch? Je weet, broer, mensen zijn scherp thuis. Ja. Ja, is wel waar. Ajax moet weer een Zuid-Amerikaanse vijver vissen. Met alle respect, Nansperk dus... en Hilsen lijken op, jongens. Ga jullie niet doordenken. Die klas waar je elke keer de naam van vergeet. Anthony. Erenbeemd. Mooi. Ga maar mooi zitten, schat. Jij bij de pasje. Jij bent braaf. Die handdoeken daar op de grond. Kan ik mijn handen... En Belisa de kont af meegeveegd, maar... Dus hij plakt wel misschien een beetje, hoor, dus dat maakt niet uit. Huh? Hij plakt misschien... Hij zegt, die handdoek is op de grond, kan ik dan mijn handen vegen? Ik zeg, hij plakt misschien een beetje, maar dat maakt niet uit. Die handdoek plakt. Ik moest gisteren hier slapen, daarom. Heb je dan die vee op je hand? Zie ook een rare zwembroek daarop in die badkamer. Een rare zwembroek op de grond. Raar zo, die roze. Waar is die vaseline? Want nu die handen gaan batjouwen, je weet toch? Dus moet wel even geregeld worden. Dankjewel, broertje. Ja, nu heb ik met zeep ge... Krijg je Batjou gelijk? Ja, bro, maar als ik... Black skin. Okay, zelfs ik als nu ik heb ik zeg maar... Vijf minuten! Ik heb niet eens gezien. Ja, wel mooi. Dus ja, dat is een goed. Mooi, hoor. Wat is die dansie ook... Je moet niet bellen, toch? 4-0. Kleren.
Hey, kijk, kijk naar jezelf, kijk naar jezelf. wat erg. Ja, luister, erg, hoor, ja. Pa, vandaag is 5-0 model. Slecht, wat slecht, wat 5-0 model. Nee, die troep mee naar huis, bro. Bro, 56 minuut, man, bro. Als je niet uitkijkt, 7-0. Maak je niet druk. Het is gewoon af moeten zeggen. 7-0. Jongens, wij komen niet. 7-0 model, volop, niet. Weet al hoe laat het is. Aannemen. Kijk, maar het draait er wel mooi, hoor. Dreigen. Hey. Oh. Hey. Hey. Weet je wat van het schip nu moet doen? Hij moet gewoon pas weer in het goal gooien. Gewoon om die kleur te geven. Nee, ik vind die keeper niet zo slecht, hoor. Nee, gewoon zo. Die keeper is wel goed. Ik vind die keeper echt niet slecht. Die kan niemand nee, pakken. Nee, gaat niet om keeper. Het gaat gewoon om die dynamiek in die Ajax-systeem te brengen. Ja. Gewoon pas weer eventjes ruilen. Dus geen andere wissel, pas weer. Is dit vader van Minte? You're right. Huh? You're right, yeah. You're vader right. Van Minte, volgens mij. Oh ja? Denk oh, ik. Weet ja, ik veel. Ik denk het wel. Kan wel, hè? Tuurlijk. Minte, je bent gaande. Zeker, man. Je bent gaande, je bent gaande. Mooi, even zo'n vader. Trots, jongen. Multigaande. Is gisteren ook mooi, ja. Die bij PSV inviel. Ja, die sorry, jongen sorry, Kokko. Die scoorde, bedoel je? Gelijk. Maar ik zei het erover, Minte. Ja, dus ik check je later. Hoe die ook bij Volendam dus ook aan het spelen was. Ja, ja man. In het begin vond ik hem wel wild, hij was nu wel rustiger. Hey, Faka, man. Ja, even erg, serieus, man. Nou, hey. Serieus. Spelen we vorige week 0-0 tegen Volendam? Ja. Klare reactie. Hey, dus, hey. Maar dit had ook de andere kant, want je had ook gedacht van dat Ajax ook een beetje power zou krijgen. Het is een wedstrijd. Omdat ze weten dat ze voor de supporters dat ze geen afgang mogen krijgen. Hou je voeten van tafel. Zorg gewoon dat een bepaalde mentaliteit in ieder geval daar aanwezig is. Ja, maar dat is er niet. En die is er niet. Niks. Die is er niet. Ze zitten gewoon te wachten tot de tijd voorbij is. Jullie gaan het al afgelopen. Jullie gingen net aan me vragen, wat vind je van Minte? Dit is wat ik bedoel. Ja, ja, nu, ja. Hij is een beetje druistig, maar hij is multigaande. Zie je niet? Ja, dreigen links. Huh? Kak! Ja, verre hoek. Je hebt gelijk, 100%. Gaande. Zo. Doe maar pas weer in de spits. Enigste, ja, maar, je weet hoor. Oh, kijk, die jongens geven aan, dat was inderdaad de papa van Minte. Ja. Dit is lekker, maar jongen. Maar dit is dus zo jammer, dit is wel, kijk. Stem R. Waar we dus net over hadden, wat betreft dat Feyenoord-beleid. Zo'n jongen, weet je al, zwaar, hij is verhuurd natuurlijk. Dus jij weet, het is bijna onmogelijk om hem binnen te houden. Ja, ja. Die gaat sowieso weer weg. Ja. Zeker als hij zo presteert. Nee, toch. Ja, maar ook, ja. Kan niet nu. Nee, maar het is wel erg voor Ajax, hoor. 4-0. Maar afgang. Benadrukt gewoon het hele seizoen voor hun. NEC staat nu boven Ajax, hè? Hij staat zesde nu. Ja, maar dit is ook een wedstrijd op zich, hè? Mm. Dit is gewoon tegen Feyenoord. Ajax, Feyenoord, klassieker. Ja, dan maakt de stand waar je staat in principe niet eens zo uit. Nee, is ook zo. Maar deze moet je gewoon. Of je wint hem, of je gaat half dood strijden ten onder. Ja, dat je niet meer kan lopen. Eén van de twee. Ja, nou, dat doen ze niet. Jongen. Kijk, Timber, kijk. Hop. Kijk. Overal te laat. Wow. Kijk, maar ja, zie dat soort dingetjes. Weet je, als hij daar nog even in verbetert, dan is hij compleet. Nou, maar het was geen slechte bal. Het is dat Pascal gewoon staat te wachten. Want Pascal staat aan de zijkant. Maar je moet dichter bij de goal zijn. En een steekpaas tussendoor, dan staat hij gelijk voor de keeper. Ja, is dus het idee was niet goed. Voes Flex zegt, Bergwijn is denk ik de meest overrated speler van de Eredivisie in de afgelopen 30 jaar. Wat? De meest overrated speler? Nee, speelt in een team wat niks kan, hè? Dat is moeilijk, hè? True story. Als jij als enige goede speler bent, je moet met 10 anderen die niks kunnen. Het wordt moeilijk voetballen, hè? Ja, oké. Ik heb Bergwijn echt goede wedstrijden zien spelen. Ja, natuurlijk. En sowieso toen hij net terugkwam van zijn blessure tegen Sparta. Het heeft ook een beetje te maken met het feit van dat als iets dan slecht is, is het gelijk heel slecht. Ja. Maar ik weet nog goed dat ik toen Bergwijn kwam, dat ik dacht van nou, deze man gaat echt breken in de Eredivisie. PSV-tijd toch? Nee, toen hij ook toen hij terugkwam naar Ajax. Was hij echt aan, ook bij Tottenham, dat Conti, die was zijn trainer. Dat was Conti, was het toch? Die wilde bij Tottenham, die wou hem niet weg laten gaan. Hij zeg maar, pinzitter. Want hij zat eerst op de bank. Hij was pinzitter. Ja, maar hij mocht eerst weg. Toen viel hij in, toen ging hij draaien. Toen mocht hij niet meer weg. En toen kwam de interesse, toen wilde hij weg. Want er was geen toekomst meer, zeg maar, daar. Ja. En ik denk, nou, die Bergwijn, hey, die gaat echt doen. Ja. En dat was ook het begin en de voorbereiding zag je ook. Maar in de wedstrijd kwam het daar niet uit. Ik vind het oprecht een goede speler. Eerlijk gezegd. Hij is gewoon een goede speler. Alleen, wat mensen doen, ze gaan kijken naar salaris, wat hij krijgt, ook terecht. Ja, ja. Ze gaan kijken wat hij gekost heeft, ook terecht. Ja. Maar ik zou gewoon kijken van... En ik denk dat het ook wel aan hem vreet.
Tuurlijk. En gecombineerd met dat het ook een nieuwe, zeg maar, nieuwe generatie is. Ja. Dat zij anders ermee omgaan. Ja, maar ook wat ik zeg, jongen. De rest, misschien 9, 8 spelers die helemaal niks kunnen. Ja, en dan moet jij met z'n tweeën of drieën moet je een wedstrijd gaan winnen. Scheids, man. Gebeuren, jongen. Gaat niet gebeuren. Hey, scheids, fucka. Dus elke wedstrijd weer, oh, hoe staan we ervoor? Minte. Hebben we er zin in of niet? Kijk, 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. Oh. Papa. 5-0 worden. Hey! Boom! 5-0! 5-0! Show! 5-0! Wow! Hey! Dit is niet normaal! Ja, niet normaal, nee. Nee, dat is niet normaal. Lekker, man. Dit is gaande. 5-0! Oh, kijk, dit bedoel ik, kijk dit. Wauw. Dit zegt al genoeg, toch? Wauw. Dit zegt al genoeg. Hij heeft niks meer te zeggen. Tijd voor Fontaine. Ik ben daar straks, geloof me. Weet je wat ze moeten doen? Als je Vaseline. Jij moet naar Fontaine straks, vriend. Ja, je moet zwemmen. Hey. Is geen probleem, broer. Ik ga zwemmen. Ik heb al gezegd, ga naar Bacardi Lemmen. Weet je wat ze moeten doen? Ja, dankjewel. Heel veel spelers daar bij Ajax, die moeten gewoon Proforto werkkleding bestellen en in de bouw gaan werken. Dit is helemaal niks. Godsamme, wat slecht. Wat zijn ze slecht, hè? Oh. Dit is echt niet normaal, dit. Wat een schande, ik schaam me gewoon. Hey, ik schaam me diep voor dit team, echt, 100%. Wauw, 5-0, 62 minuten. Fawakka. Multi gaande. Dit is toch niet normaal? Dit verdient een beetje vaseline. Oh. Ja, want ja, je actie vaseline. Huh? We doen vaseline dingen met die jongens. Oh. Een beetje vaseline. Nee, ook niet, joh. Doe ik vanavond nee, maar dit doet pijn, 5-0. Ja, tuurlijk, gek. Wat dit, is, jij? Dit is gewoon schraal. Zonder vaseline. Nee, beter zonder vaseline. Ik hou van mijn club, maar dit kan toch zonder niet. Zonder vaseline. En die wil geen vaseline. 5-0 is zonder vaseline. Erin. Dat doen ze niet hier. Dit is droog. Oh, dit is heel droog. Dat is uitgestorven, dit. Dat is niet normaal. Wauw. 5-0. Oh, dit. Wauw. Ja. Wauw. Ralf zegt, het wordt nog 7-0. Nou, moet je nog oppassen ook. Jordi zegt ook, kan je die vaseline in je Ajax? Zelfs VI. Wat een afgang. Wauw. Ja, maar het is ook echt een afgang gewoon. Jongen, wat een schande. Het duurt nog wel even die wedstrijd. Ja. God. Bij Wick. Helemaal niks kunnen ze. Gewoon echt helemaal. Er zit niks achter. Het is echt. Laat maar gaan. Heeft toch geen zin meer. Kijk hoe Ajax staat. Ja. Ze staan gewoon stil. Parkeren de bus ook nog. Dus ga gewoon jagen, man. Ga gewoon. Doe niks. Eén op één kracht. Kijk, hij krijgt 5 meter. Dus weet je, als je dan toch moe wordt, ga dan maar gewoon half dood bij wijze van spreken. Doe het zo, Taylor. Kom op. Ik krijg 5 meter gewoon om aan te nemen. Oh. Sorry. Precies een gat. Wat is er weer? Jij weet wat good people was, hè? Zeker. Ja, jij weet wat good people was, hè? Lief, hè? Teer, zet een kutnummer af. Wij gaan weer. Hallo. In je laatste. Ja. Na, 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 na. Hey, dat is mooi. We doen zo even een snellere beat op deze. Ga jij hem zingen? Kijk of jij ritme hebt. Ja? Hier, Alexa 22, TV-geluid uit, jullie geluid aan. Beste commentaar op een klassieke. Hier. Pak gewoon. Maar die keeper, ik vind hem niet slecht hoor. Roelie is goed. Roelie, Bergwijn.
voor de rest... Allee, met hoeveel is de vraag? Ja, gaande. Telen ook nog wel, die kan nog wel een groot speler worden, maar voor de rest helemaal... Penalty. Kijk dan, Ja, zit gewoon. Wat gebeurt er allemaal? Kijk, lijkt bijna Gary. Oh. Hey, hij zit 6 minuten! Ja, hij zit... Zo. Hey, timer man, want dit is niet normaal man, broer. Hey. Nee. Dit is echt haaiig, man, broer. Wat is gaande? Dit is haaiig, multihaaiig. Nee, ik schaam me dood. Dit is dubbele jantje. Ik schaam me dood. 6 PlayStations. 6-0. Ja, 6 PlayStations. Ik moet wel 6 PlayStations. Ja, echt. Hey, luister. 6 PlayStations. Voilà, sponsor. 6 PlayStations. Voor elke goal een PlayStation. Begrijp je? Ja. Voor elke goal 3 PlayStations. Zijn ze failliet zo? Dit is history. Dit is multi-history. Ja, zeker. Wow. Je ziet het, het team is hier ook. Jullie mogen ook kijken hoe het achter de schermen gaat. Gaande gewoon. Jawel, pas jou. Jij bent het. Laat het rustig doen. Dat bedoel ik. Zul je niet in beeld zetten, hè? Want hij heeft enkel bandje. Gaande, Andy van der Meijden. Ik heb geen woorden hiervoor, man. Echt waar. Wat een slappe hap, zeg. Jongen. Je staat met 4 man om hem heen, nog pakken ze de bal niet. Wat een kleuterklas, zeg. Ja, wauw! Ja. Het lijkt bijna gewoon gallery play. Ja, dit gaat toch nergens over? Het gaat nergens meer over, het is geen klassieke zelfs meer. Zelfs ik als super Feyenoorder, ik vind het een beetje te ver gaan. Ja, gewoon 6-0, ik vind het ook raar. Maakt niet uit wat voor verschil het is tussen kwaliteit of zo. Ja, dit, maar 6-0, dan ga je gewoon, dan moet je gewoon half dood van... Nou, moet je gewoon dit dood krijg ik niet. Nu snap ik Mickey Mouse competitie. Alleen Feyenoord en PSV zijn gaan in onze competitie. Jeetje toch? Wauw. Klootzak. Je hebt toch gelijk ook. Jongen. 6-0. 6-0, man. Tjemine. Bergwijn geen weer doorstappen, zag je dat? Zo. 6-0, hoe dan, man? Fa! 6-0. Hey. Ja, dat is niet normaal, hè? Feyenoord speelt tegen Katwijk 1 of zo. Nou, die speelt waarschijnlijk. Die verliest waarschijnlijk nog wel eens 6-0. Nee. 6-0. Oh, wat een schande, jongens. Dit is echt te erg voor woorden, dit, hè? Hey, die hond weet echt wat een good people is, hè? Lief, hè? Zie me voor het eerst, hè? Voelt blijf gewoon hier liggen, hè? Voelt dat. Als je een goed mens bent, honden voelen dat, hè? Is echt zo. Zit gewoon. Wel, kijk, alleen maar duim, hè? Kusje. Zes nul. Alleen maar duim linken. Wat is dat, Wik? Ja, hè? Is lief, hè? Is goed mens, hè? Of heeft hij nog nooit een donker gezien in je huisje? Ja, als ik weg ben... Ja, ga van serieus zeggen, jawel. Als ik moet werken, dan komen weer altijd donkere mensen binnen bij Melissa. Zou die spelers ook 6-0. Aandelen hebben gekocht? 6-0. Ze hebben Feyenoord aandelen gekocht, denk ik. Ja, jongens, dit wordt echt 7-8-0. Let maar op. Kijk hoe lang nog. Je hebt nog 20, 25 minuten. Als je niet uitkijkt, heb jij nog gelijk, hè? 0-10. Ja, maar echt. Ja, wow. 0-10. Ik zei... Hey. Ik begrijp niks, ik zeg je eerlijk. Dit is gek. Ik wist dat Feyenoord aardig zou spelen, maar dit is overdreven, man. 6-0. Dat gun ik niemand, man. Zeg je eerlijk. Ik wist niet dat Okkie Duren bij Arsenal gevoetbald. Ik dacht echt in het Rijksmuseum. Wat? Ik wist wat? ik wist niet dat Okkie Duren... Ah, hey, dat is een nieuwe, dat is een paar. Okkie, kom op. Wie is Okkie Duren dan? Wie is dat? Okay, niet zo over mijn zoon. Oh, Okkie zo'n zoon. Nee. Oh. Shishi Ono. Je lijkt bellen wel, ja. Hij bedoelt Okkie van... Ja, weet ik. Oh, kijk. Okkie toch. Okkie. Ja. Ik heb ook allemaal wat meegemaakt, Okkie. Hè? Zo. Kroeg van de meiden. Ja. Wat? Ik zoek internet. Ja, laat maar. Hij doet het alweer met internet. Oh, gelukkig. Moet dat wachtwoord weer opzoeken. Moet je hotspot? Nee, hij doet het alweer. Hij deed het ineens niet. Heb jij Libara? Ja. Heb ik? Ja, kjoh, wat denk je, kjoh? Hij is dom. Wat is Libara? Hij wil mij... Moet je opwaarderen. Ja, broer.
je. Maar je kan ook abonnement nemen bij LeBarra. Ga niet anders doen. Maar een grapje. LeBarra is simpel, bro. Nee, dat is simpel. Laat dat, man, broer. Je lacht, hè. Ik ben blij dat ik een telefoon heb, vriend. Ja, ja. Hé, Sam, wel Royce, dat niet. Gaande, ik zeg je eerlijk. Ik vind die erg. Je mag mijn haar in. We stonden net buiten daar. We moesten even bespreken. Zagen we auto staan? Ja. Maar, ja, je hebt je mooie buren, man. Oh, ja. Zou je best willen? Als politie jou ziet, denkt ze dat jij ook hier bent. Kun je even je mouw over niet? Kunnen we best een geruimd? Ze duikt zo bovenop je. Oh, lieve schat, was je weer? Het maakt niet uit, dat klopt niet. Wat een gek. Als Nino jou ziet, zegt hij papa. Papa, wat doe je hier? Oh. Hey, nu heb je bek over. Ja, die wil je best gaan kijken, man. Het staat 6-0, we hoeven niks meer. We moeten het nog over hebben. Godsamme. 6-0, jongens. Jezus. Oh, die gasten, je moet ze allemaal ontslaan. Ze moeten allemaal, weet je wat ze moeten doen bij Ajax? Ja, jongens, jullie hebben nog zoveel jaar contract. Worden jullie allemaal uitbetaald? Alsjeblieft, ga naar huis. Ga wat anders doen. Maar niet meer voetballen. Wat een schande. Echt niet normaal. Ja, giveaway wordt zo gedaan, jongens, hierna. Na de wedstrijd. Gaan we 2 PlayStations weggeven. Ik ben blij dat ze hem zeggen. Ze zeggen gerorstend. Ik hoor politie is om de hoek. Verstop je even. Jammer, man. Dus, weet je wat ik blij ben? Ja. Waarschijnlijk heb ik mijn naam zo weer een beetje omgedraaid. Ja, ja, ja. Dat niet meer geassocieerd wordt met mij. Ja, de nieuwe generatie heeft het overgenomen. Ik ben niet zo van... Zo, kijk dit keer. 23 schoten op goal van Feyenoord, 0 schoten van Ajax. Ja, ja. Schande. Wauw. Ja, het is echt... Nou, ik kan je vertellen, de kranten gaan los. Ja. En die Driessen, jongen, ook zo. Die Driessen, jongen, die gaat jullie afmaken, jongen. Dat kan ik jullie ook nog eens opmaken, jongen. En zeggen, kom door die tattoo, als je van Berg. En dat terecht ook. Nee, maar die tattoo is onzin. Flikker op met die tattoo, dat is helemaal onzin. Dat maakt helemaal niks uit. Niet tegen papa zeggen. Hé, hadden we geen Nederlandse vlaggetjes voor in die kaas? Je weet niet, Hollanders. Een blokje kaaspik met een mosje en een vlaggetje van Nederland erin. Dit is net zoals bij Suriname. Het is net hetzelfde als je bij Suriname bij ons thuis komt, dan krijg je dit ook. Echt? Natuurlijk niet. Gek. Dat zit. Nee hoor. Nee, hier niet. Oh! Ik ga nu Tante Helen bellen. Eerst volgende aflevering. Gooien we Tante Helen op tafel. Snap je? Ik zeg je eerlijk. Ik ga nu Tante Helen bellen. Tante Helen op tafel dan? Huh? Gooi dat Tante Helen op tafel. Hij zegt, gooi Tante Helen op tafel. Tante Helen geeft appelkats en zo. Ja. Je was toch bij... je weet bij ESPN, neem ik altijd eten mee bij de eertribune. Wat duurde lang, zeg. Wat duurde lang die wedstrijd? Ik heb dat serieus... Was je niet bij... Ik ben sowieso elke bij ESPN. Je was voor die bekeruitreiking. Toen was jij niet met eten. Je kwam later. 6-0, hé. Oh. Tante Helen's kitchen, timer. Hallo schattenbout, alles goed? Bergwijn wordt naar dit potje. Ik neem aan dat je niet naar Feyenoord Ajax aan het kijken bent. Nee. Nou, moet je kijken, schat. Moet je kijken. Kijk even. Moet je kijken, schat. 6-0. 6-0 voor ons clubje. Hij is alles goed. Hij is... Moet je kijken. Maar luister, schat. Luister, schat. Je zoon is nu aan het werk, ja? En ik zou even de camera draaien en ik zit dus met mijn collega en die van de meiden. Oh, hallo mevrouw, alles goed met u? Ja. Kijk, dit is Tante Helen, even snel kijken. Tante Helen, en daar hebben we omdraaien. Hebben we ome Glennie en Helder. Alles goed met u? Ik zal het even omdraaien, wacht even. Hallo mevrouw, alles goed met u? Volgende keer krijgen we het lekkerste maar, eten maar Tante Helen, kijk hier. Als wij dus aan het werk zijn, krijgen wij dit te eten. Echte Hollander. Maar ik ben Hollanders thuis, ja. Dus ik heb gezegd, luister, volgende aflevering
gooien we tante hele sketchen op de tafel. Ja. Dit is niks. Spaanse woordjes en zo. Het is niet gaande. En eerst de hond. Kijk, krijgt nog eerst. Ik heb al mijn vrienden hier al worstjes gegeven. Ja. Al die honden hier op de grond. Die mogen allemaal bifi worstjes eten. 3 voor 5 euro. Zeg dan. Hey, 3 voor 6 euro. Zij spuugt het uit. Kijk. Hier, grillworst van de Albert Heijn. Hij wil kleuren van, ik kijk naar je. Je krijgt wat te eten. Alleen lusjes is high class. Ja, carpaccio. Lusjes, ja. Nou, man denkt van vriend, als je niet heel gauw opstaat. En drink is goed. Maar voeding? Gewoon makkelijk, Albert Heijntje. Het gaat om 12 uur open. Deze staat er. Ik weet niet eens hoe deze worst heet. Hoe heet deze? Beefy worst. Maar wat voor kleur waren die origineel dan? Deze kan je toch niet klaar, broer? Ik weet niet wat het is, broer. Wat is dit? Dit is voor de honden. Als je deze klaart, broer. Wat is dit? Een Sautu worst. Sautu. Sautu? Nee, toch. Maar kunnen we dat afspreken, tante Helle? In de volgende aflevering, tante Helle's kitchen, rijstpomp, kip op de tafel en zo. Stop, mensen, gewoon kaas. Sautu worst. Nee, komt goed. Ik ga het met je thuis kleuren. Als ik thuis ben, gaan we lekker zitten. Noteren we even alles netjes. Eerst volgende editie. Royce en Andy op de bank, tante Helle's kitchen op de tafel. Zeker met 35% korting. Stik hem, kom. Gaan dan. Is goed, schat. Ik spreek je later. Ik ga weer door. Oké, love you. Ciao, ciao. Kom. Doei, doei. 1, 2, kom dikker. Lijkt Theo Jansen wel, die komt ik op de bank. Ik weet het, schat. Kom. Maar dat komt goed. Doe maar lekker een bordje voor mijn apartaal als ik later langskom. Die moet geholpen worden. Schat, doei. Die moet plassen. Help me even. Nou, dat was mijn lieve tante Helen. Ah, lieve. Gaande. Lieve. Echt een dankoe, ja, jongen. Echt, jongen. Deze. Wie viel ons? Oh, schat, help. Schat, help. 8-0. Oh. 7-0. Oh. Jiménez. Eigenlijk shirt uit, hè. Eigenlijk zo. Sorry. Nee, dan moet hij maar weggaan. 7-0. Je ziet het. Oh. We zijn mega gaande. Rotterdam United, voor altijd. Gaande. Buitenspel. Buitenspel. Oh, serieus? Jullie hebben geluk. Buitenspel. Coco. Buitenspel. Kom maar, Coco. Zo. Deze is... Coco, kom. Hey, wat is de grootste uitslag ooit Feyenoord van Ajax? Dit is de grootste, toch? Ja. Dit is de grootste uitslag. Ja. Weet ik niet. Het was 6-3 toch, de laatste beker toen? Wow. 6-3 volgens mij. Ik weet echt de uitslag. Een jaar geleden, 9-4 of 9-5. 9-5. Vraag het even, misschien weet iemand de grootste uitslag. 9-5. Hey, dit mag die bal verandert nog van richting. Hij mag deze niet afkeuren, man. Op het moment van spelen, denk ik. Nee, op het moment dat hij schiet... En Ueda wil zeg maar springen over de bal, maar die bal komt niet eens richting hem. Hey, dus hij wordt aangeraakt op het moment dat hij zeg maar wil springen. Zodat die bal kwam inderdaad in Ueda's weg. Maar hij wordt aangeraakt door Hato volgens mij. Of een van die spelers. Je hebt nog 49 seconden. Je grootste uitslag Feyenoord was? Grootste uitslag Feyenoord was? Je moet op dat kastje drukken van de televisie. 9-4? 9-3. Laten we... Harder of zachter zetten. Wauw. Zie je, kerel. 9-4. Dat wist ik niet eens, hè. 9-4. Jammer, Glenn, zijn favoriete goknummer. Welke is dat? Goknummer. 7-0. Verder kijken. Ja. Gaande, ik zeg je eerlijk. Al die Rotterdammers, al die porfotomannetjes die dit niet voelen. Jullie zijn geen echte Rotterdammers. Dit is multigaande. Meer dan stil in Damsko. Kan niet anders. Jullie kunnen niet meer praten en zo. Ik wil ook niks meer horen van geen enkele Rotterdamse Ajaxiet. Ik heb oom... Hey, trouwens, hij belde me net. Ik heb gewoon neven die zijn geboren in Rotterdam, maar zijn voor Ajax. Echt? Kijk, joh, ik ga nu eentje bellen voor je. Hij belt me net. Die hebben verstand van voetbal. Die hebben verstand van voetbal. Je ziet het toch? Jullie halen niet. Jullie zijn niet gaande. Zie jij, hij neemt niet meer op. Hij weet al wat gaande is. Hij denkt, laat maar gaan. Maar hij ging me net bellen. Ik ben in een coma. Op het moment dat ik met tante Helen aan de telefoon was. In bed moet je me niet schreeuwen. Broer, hey, broer, luister. Klootzak, gaat niet bellen. Luister. Kijk, zie je? En dan heeft hij nog een Barcelona shirt aan ook. Moet je kijken. Lam. Luister, hey, broer. Je kan nu nog overstappen. Je moet nooit meer takkie. Nooit meer takkie. Je moet nooit meer takkie. Ik wil het met jou praten. Hey, luister, als je geeft me Andy. Zie je wat we met jullie doen?
Je bent een geboren Rotterdammer en je bent van Jaxi. En kijk wat we met jullie doen. Ik wil niet met jou praten. Geen met Andy. Bro! Ja, dit moet allemaal weg. Al die spelers moeten weg. Alleen Bergwijn mag blijven en Roelie. Voor de rest... My check. Wie? Ja? Ja, vriend. Nee, maar... Een slecht team, jongen. Hij functioneert niet in dit team. Kan niet zo. Echt niet. Ja, schande. Grootste schande die er is. Ja, echt schandalig. Ik zweer het. Ja, 6-0, jongen. Grootste uitslag tot nu toe. Oh, wat een schande. Ik blijf drie weken binnen. Ik ga nergens al mijn afspraken gaan cancelen. Mijn zoon zit hier, hè. Yo. Mijn zoon zit hier. Nee, schande, man. Het is echt een schande. Ik ben blij dat het afgelopen is, die wedstrijd. Het duurt nog een kwartier. Pff, ik ook, man. Dat is... Ik had je laatst nog een appje gestuurd, maar... Appje? Muchas gracias. Voor wat? JD Coke. Ik heb een nieuw nummer, moet je even pakken bij Royce. Ik heb een nieuw nummer. Bro, laat die man met rust, bro. Die man wil niet met je praten, broer. Wel, hij geeft wel even door straks. Kom wel goed, bro. Oh, kijk, daar komt die aansluitingstreffer. Okay. Mag. Is goed, bro. Rustig aan, sterkte. Wie is jullie spits? Wie is die jongen in de spits? Wie is dat? Later. Wie is dat, die spits? Dat is... Hey, broer. Luister. Laat me met je praten. Ik ga je op je plek zetten. Vanaf nu noem je me ompie. Sneller. Toch, ik ben geen neef meer van jou of neefje. Ik ben je ompie. Ja, toch? Omo, je bent omo. Wat wij met jullie doen, toch? Wij doen met jullie... Ik kan niet te veel praten, want de camera staat aan. Maar wat we met jullie doen... We zien jullie als kleine jongens. We zien jullie echt als kleine jongens. En dan heb je nog die Barca shirt van je aan daar ook. Begrijp je? Hoe? Hé, hey, broer. Ik toch? Het is dat ik van West kom. Maar als ik uit Zuid zou komen, ik zou je al lang uit Zuid weghalen. Trekken uit die biertie. Van broer, kijk welke schande jullie ons geven. Ja, echt. Echt een schande dit, hoor. 6-0. Oh! Huh? Hoe laat je naar die visa? Welke visa, kill? Ik feest niet, ik doe alleen houseparties. Ja, toch, maar ja, kom een beetje dansen. Oh, wat, Kabula? Ja, corona met Kabula. Gaan? Wat? Waar? Ja, door. Gaan, dan maak je niet druk, zet me op de lijst. Ik zie je straks, check. Ik ga je lullen. Maak je niet druk. Doei. Maar het is wel lekker verfijnd, hoor. Dat je gewoon nu zo overtuigend... Zwaar verdient ook gewoon. Zijn gewoon veel beter. Hey, ik ben hier zo, ik ben live. Oké. Okay. Kijk. Hi. Ciao. Hé, hey, is genoeg. Ciao. Het is dom, hè. Hey, maar ik begrijp, je hebt heel veel beltegoed, want je belt echt iedereen uit. Ik ben op die, je moet ook morgen bellen. Ik ben op die internet van Assel. Ik ga niet bellen. Ik ben op die internet van Andy. Ik kom nog steeds uit Rotterdam. Ik kom nog steeds uit Rotterdam. Hij geeft mij die code even, vriend. Hij wou die code niet passen, maar ik heb hem al lang gevonden. Ja, toch? Hey, boy. Hij belt. Internet van Andy. Hij heeft nog nooit zoveel gebeld. Nee. Want dat hij in de auto zit weer, gaat hij internet weg. Ja. Begrijp je? Ik heb dadelijk gewoon geen bereik gehad. maar je moet je niet druk maken. Google Maps, als je gewoon die adres intypt op wifi... Dan kan je gewoon uit die wifi gaan en dan blijft die gewoon... Brengt die wel waar je wil komen. Okay. Totdat je zeg maar een plaats van bestemming bent. Vertel eens even of niemand luistert. En dan houdt het weer op. Ik heb er echt geen verstand van. Wist je dat niet? Ik heb deze computer, dus... Stel je hebt een keertje geen MB. Dan moet je gewoon... waar je wifi hebt, toets je het adres in, druk je die navigatie aan. Dan blijft die wel gaan tot je op plaats van bestemming komt. Maar je hebt ook gewoon Wees en zo en navigatie in je auto en zo. Wees. Ik gebruik Wees. Nee, jij bent echt ouderwets. De navigatie van de auto gebruiken we al lang niet meer deze maar dag. Maar Wees, nee, Wees op je telefoon. Wees. Deze dag is CarPlay. Wees. Luister dan, Wees op je telefoon. Wees, dus die gebruik ik. Nee, ik gebruik Google Maps, man. Ja, serieus? Ja, waarom? Omdat Google Maps draait mooi en die navigatie is perfect. Maar Wees, die is ook perfect, hè? Brengt me overal waar ik wil wezen. Nee, hij gaat je wel brengen waar je wil komen. Maar gewoon, iedereen heeft toch een beetje, zeg maar, die soort van...
soort van wat? Die structuur van Google Maps is beter, pa. Nee, vriend. Royster. Je bent gewoon gewend, vriend. Hij heeft genoeg MB, toch? Hij heeft genoeg MB, begrijp je? Michael Blackson. Nee, dat is echt... Kletzakker. Lekker slot! Arne Slotje, hij gelooft zijn ook niet. Doen. Dus hij wou mij zijn, zeg je dat? Zo deed hij. Hey, doe maar hoe deed je toen je scoorde, eerlijk? Die was gaande, doe hem één keertje. Ja, was gaande. Als hij scoorde toch, deed hij deze, zeg maar. Die, oh, ja, met die soort boog. Klaar hem ja, even één keer. Klaar hem één keer. Waarom fucking ja, dat zijn de laatste? Ben 6-0 juist. Ja, ben 6-0, doe dan. Maar doe één keer, één keer. Dan waren er nog eens tijden. Toen hadden we nog. 7-0 model, kijk. Stumpers. Kijk hier, eigen goal erbij ook nog. Zijn ze slecht, hè? Snuifdozen, groetje aan die snuifdozen op de bank. Ja. Ja, dat is het enige wat ik nooit gedaan heb. De rest allemaal wel, maar dat niet. Ik ook niet. Ik kom hier binnen, ik pak gewoon bijna mijn nek. Nee, maar nee, nee, nee. Nee, dan zou ik helemaal naar de kloten zijn gegaan. Oh, man. Is hij nog niet afgelopen, die wedstrijd, hè? God, ik wil naar huis. Oh, nee, ik ben al thuis. Ja, je bent thuis. Ik moest hier, ik moest van de week, wanneer was dat? Vrijdag of zo, moest ik naar Rotterdam. Kwam ik om 2 uur 's nachts thuis. En moest ik hier, slapen. Ik heb hier een slaapkamer, hè? Maar het staat helemaal vol met meubels. Moest ik op deze bank liggen. Oh, klote, koud, hè? Gek! Koud, Ja, koud kan, maar je hebt toch wel een lekkere dikke dekens. Deze man heeft niet, deze man, bank zit maar deze man heeft niet meegemaakt dat, slaap je ook lekker, dat je in je waggie slaapt. Ja. Ja? Dat je je motor niet kan starten en dat je denkt van wacht even. Dat is een praatje over koud. Ik heb gewoon ijspegels op mijn tanden. Ja, maar je moet wel een deken regelen. Deken is... Ja, dat deken regelen. Ik slaap zelfs in een bloedheetje zomer. Moet ik met deken slapen. Ik hoor mensen gaan naar laken en dat soort dingen. Gewoon het gevoel van een deken is voor mij zo belangrijk. Serieus? Ja? Ik zweer het. Het kan 30 graden zijn, 31 graden. Kom niet met mij met laken slapen. Ik moet gewoon deken. Moet gewoon een deken. Dan is nooit voet eruit, één voet eruit, één been over die deken, zeg maar. Ja. Weet maar gewoon het gevoel dat ik zonder deken moet slapen, werkt niet, man. Maar daar sta je voor onder behandeling? Waarschijnlijk wel. Je weet toch. Slaap jij naakt? Naakt? Slaap jij naakt? Ik heb mijn fases en zo. Jij dan, Glenn? Naakt of gewoon... Ik kan ook met mijn pyjama slapen. Moet hij even hier zitten? Kun je samen verder praten? Ik ben benieuwd. Slaap je naakt of gewoon? Hij komt met vaseline, jij praat, dus slaap je naakt. Flikker op, man. Je zit een voetbal te kijken, je vriend. Voor straks. Dan weten we hoe dat. Nou, ben kan je alles doen vandaag. Gewoon 6 keer. Nee, ik slaap altijd naakt. Bro, ik had Toto gezet op Sparta. Oh, dit Sparta me echt... Ik zeg niks meer. Wat heb je over Sparta? Ja, Matthias, Sparta. Ik had gisteren een combinatie, een bonnetje gemaakt. Hey. Andy Royster en Pinky, doe ze terug, die komen. En combinatie met Sparta winnen. Sparta kwam 1-0 voor. Oh, je doet Toto, die dingen. Ja, dat is goed voor de kinderen, dit. Ja. Ik kijk alleen maar grote mensen. Ik kijk alleen maar grote mensen. Geloof me nou, pa. Ja. Alles is hier boven de 23, 23 ja, plus. Echt niet. Waar Roya komt, we kijken niet naar onder de 16 en zo. Zeg je eerlijk. Kijk, Roya zo meteen afgevoerd door de politie. Hand op zijn rug. Nee. Oh man, ik ga pissen weer, man. En dan is die wedstrijd gelukkig afgelopen. Hey, hij moet ook geen extra tijd geven, want dat kan ik echt niet tegen meer, man. Ja. Hij moet gewoon stoppen. Bij 90 minuten stoppen, alsjeblieft. 90 minuten stoppen. Jongen. Ja, man. 6-0, ja, wauw. Oké, voordat het afgelopen is. Dubbele doe die ritme. Oké. Ja. Van dat nummer van Feyenoord zong je toch net? Ja. Ja? Feyenoord. Oké, maar we gaan hem een ander tempo zetten. Dus we gaan dit hebben. Wat gaan we doen vandaag? Wij gaan winnen. Alleen met hoeveel is de vraag? We zullen ze laten beven. Ze zullen wat beleven. Feyenoord, Feyenoord, Feyenoord alleen. Ja, we gaan door. Je ziet het. Heb je iets anders in mijn rug gehoord? Nul tegen ander.
Andy, ze kraken hier. Ze zeggen, wat takkie overdrukt, je gaat gelijk plassen. Ja. Takkie overdrukt. Je gaat gelijk plassen. Roy Bonus. Of weer kletteren. We hebben gesproken overdrukt, je gaat gelijk plassen. Op de wc gebeurt het allemaal. Ja, ja. Vergeet dat niet meer. Dat is vroeger, hè? Deze dagen nee, hebben nee, mensen hebben niks te maken. Ik snuif niet meer, hè? Ik ga nou op de kop staan, dan giet ik je erin. Deze dag heb je kan het kleuren op allerlei soorten manieren. Liquid model. Hoor deze. Liquid model. Hey, hij zegt, ik ga even pissen. Maar mensen horen toch als je zegt, van het kletteren. Dus yeah, yeah. Yeah. Hij zegt, ja, ik moet weer pissen. Hoor je met... Nee, maar dat zeg ik eens. À la 2024 hoef je niet eens meer te... Nee, joh. Je kan gewoon drinken en zo. Ja. Nee, maar laat dat maar even, die kleren zo, je hebt allemaal het volledig, heb je het volledig gedaan? Die is allemaal weg, ja, weet je wel. Nou, niet meer, joh. Oprotten met die kleren ik zo, ben ja. Ik ben wat jonger dan jullie, hè. Ik doe het niet meer, hoor, door de week. Er zijn ook heel veel kinderen die naar je kijken, dat soort dingen en zo, weet je. Alleen weekends. Ja? Het is vandaag nog zondag, toch? Heb je net pannenkoeken? Hey, heb je net pannenkoeken gegeten? Zit er wel poedersuiker onder je? Thuishaven! Nee, dat doe ik niet meer. Nee, ja. Nee, joh. Ga je mee? Waarheen? Nergens. Ga weg, man. Rotterdam. Nee, joh. Ja, jij moet ergens naartoe straks. Ja. Ja, jij hebt jij moet echt... Hij heeft spijt ervan nu, hoor. Dat die, nee, joh. Ik ga sowieso langs. Oh. Moet. Ja, langs rijden, ja. Ja. Wat je doet gewoon, je gaat daar naartoe. En je gaat daar en dan maak je gewoon je maakt een foto dat je iemand daar geweest bent. En een filmpje van, hey, 6-0! Ja, dat moet je doen, ja, dat moet je dan doen. Ben je klaar. Dat moet je doen. Ik ga kijken. Heb jij je woord gehouden in ieder geval dat je gaat? Ja? Ik ga even want als je volgende keer weer zit en je zegt weer dat, dan moet je ook gaan. Nou, gefeliciteerd, man. Verdiend, zwaar verdiend. Gaan. Jullie zijn maar top. Dank fijn dat was top. Hé, hey, was Rova Boys. Hey, Roya. Zo gaan dat. Hé, jij... Die PlayStation. Jij gecondoleerd, hè? Oh ja, PlayStation nemen we mee. Jij ja, gecondoleerd. Hé, hey, maar voor elke goal een PlayStation, hè? Ja, ja, man, we kijken hoeveel mensen gekeken hebben. Nou, een gezellige middag met z'n drieën en daar die mensen. Even na en dan we komen voor de PlayStation. Nou, dat vind ik gewoon nog. Elke goal PlayStation. Die PlayStation weggeven. Ja. Oh, die bellen we. Ja, ja zo is wel. Nog 6-0. Sowieso, direct de thuis af. Ja, vrouwtje van. Houd die van. Man, nee, je onderschat me echt, man, bro. Ik zeg je eerlijk. Je onderschat me echt, man, bro. Dat is helemaal niet mijn kaliber, man. Ik zeg je eerlijk. 6-0, man. 6-0. Gaande. Oké. Yo. Ja, die is hard, hoor. Huh? 6-0. Oké. Ja, dankjewel, man, broer. Wat is dat? Nee, normaal doen we ook zeg maar, een paar sneaks tussendoor. Oh, dus leuk man, leuk. Ja, ja. Oh, nou maar. Ik weet niet hoe dat werkt. En wat is dat? Doe we straks wel voor, ja? Live, dat betekent leven in het Engels. Wat doe je dat? Wat is dat? Ja, maar dat was gek. Ja, mooi man. Zwitserland. Oh, we zijn live. Kom, we zijn live. We moeten eventjes bespreken, jongen. We doen het niet zo heel lang.
Hoe zal dat dan komen voor jouw kant? Hè? Godsamme, wat een schande. Kleren, ja, dat was echt slecht, hè? Ja, dit is... Dat was slecht, hè? Ja, Feyenoord speelt ook gewoon goed, hè? Ik kan wel over Ajax. Ajax heeft gewoon geen kwaliteit, maar Feyenoord heeft het gewoon goed gedaan. Royston, toch? Verschil zo groot? Nou ja, kijk, zoals ik ook al eerlijk was op het moment dat we live waren. Je verwacht natuurlijk wel dat Feyenoord deze pot gaat winnen. Mm-hmm. Maar dat we er zo uit zouden komen, 6-0. Dat had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht. Nee. Ik wist wel dat het een uitslag zou kunnen worden wat niet discutabel was na de wedstrijd, bijvoorbeeld maar 6-0. Ik denk dat dat wel echt heel erg typerend is. En laten we gewoon eerlijk zijn, eventjes alle gekheid op een stokje. Met alle respect naar Ajax natuurlijk nu. Maar er moet wel echt wat gaan gebeuren binnen de club. Anders ja, maar echt. Ja. Het is nu al een puinhoop, maar als dit volgend jaar weer zo mag zijn, dan denk ik dat... we echt de pop aan het dansen hebben binnen het Ajax-cultuur. Om zo denk, maar ik denk, dat ook de supporters van Ajax gewoon even een pas op de plaats moeten maken. In die zin van... Als er niet beter gepresteerd wordt... Dat alles wat zij dan komen we gewoon in het stadion. Nee. Nee, niet op die manier? Gewoon in die zin van... als iets verkeerd gaat, dan is gelijk, omdat ze alles vergelijken met de tijd dat alles goed ging en dat heel veel kwaliteit had. Heel veel kwaliteit had. Heb je nou niet. Nee. Dus... het wordt wel verwacht, wordt ook gereageerd als iemand een verkeerde bal aanneemt. Dat werkt ook op die spelers die ook die mentaliteit niet hebben, waar wij normaal boos zouden worden op onszelf. Die hebben een bepaalde mentaliteit niet, gaan in een schulp trekken, ben je nog verder van je kwaliteit waar je normaal gesproken goed voetbalt als je ontspannen bent. Ja. Wat ik wil zeggen is van, accepteer de situatie hoe het nu is. Het wordt dan kan het in ieder geval niet slechter worden. Nee. Want dit is slechter als dit kan niet. Hoe het nu gaat sportief, dat je gewoon in dit seizoen op nummer plek 18 heb gestaan. Dat is gewoon bijna heiligschennis voor een club als Ajax. Dan zoveel onzin en gezeur en gelul op bestuursvlak ook nog een keer. En dan nu als slagroom op het toetje... dat je ook in dit seizoen zo'n pak slaag krijgt van Feyenoord. Ja, kan niet. Alles kan slecht gaan, maar je kan op zijn minst... kan je een bepaalde mentaliteit op kunnen brengen. Dat heeft niks met kwaliteit te maken... Dat je gewoon echt, wat ik al zeg, gewoon half dood van het veld gaat. Dat je dit niet accepteert. Je kan wel zeggen van, we gaan alles kort achter, dicht bij elkaar. Maar ze staan allemaal stil. Ja. Terwijl die vader kan en de bal aannemen, kan kijken, wat ga ik doen. Terwijl, ga druk zetten. Jongen. Zorg voor de 1 tegen 1. Als je dan alsnog verliest, maakt niet uit. Maar dan heb je in ieder geval laat... Bestreden. Je gaat nu alsnog, krijg je een nakkie. Spelers krijgen vijf meter de tijd om de bal te... Vijf meter! Ga weg. Het is een schande, jongen. Maar die supporters worden ook gek op een gegeven moment. En nu beginnen we weer. Nee, maar de supporters, ook hun... Zij kunnen hier natuurlijk niks aan doen. Maar ook de supporters van Ajax moeten een pas op de plaats maken. In die zin van, accepteer nu de situatie hoe die nu is. En zorg dat je dus zo snel mogelijk eruit komt. Ja. Dat gaat niet door alleen maar slecht hoeren, klagen. Gewoon accepteer de situatie en vanaf nu dat het beter gaat. Om een voorbeeld te geven, stel je verspeelt een wedstrijd... waar het publiek normaal gesproken... Ah, joh, boe! Dat je nu denkt, oké, het is eenmaal zo. En dat je niet gelijk die eerste boe al komt. Ja. Wat ik eigenlijk mee wil zeggen is gewoon... als je niet allemaal de neus dezelfde kant op gaat zetten... en dat begint natuurlijk bij bestuurlijk niveau... maar ook bij die supporters, want daardoor... krijg je een hele grote druk natuurlijk op de club. Vooral de supporters van Ajax. Dan moet je gewoon zorgen dat, dat je... Ik denk dat de supporters van Ajax op die manier dan zeg maar kunnen helpen. Want nu, zoals wij nu al praten... wat we nu al weten wat er gaat gebeuren... Ajax wordt overal afgemaakt. Ja, maar in de media vanaf morgen bij Ajax. Ja, maar ook voor ons seizoen toch al. Nu, ze zijn toch alweer bezig nu met het bestuur. Dat er weer gezeik is. Ja. Weet je, er komt geen einde aan. Op een gegeven moment houdt het een keer op, hè. Ja. Iedereen die zit daar maar, die wil maar gewoon geld verdienen. Die heeft geen Ajax-hart. Het is gewoon, kom daar weer een keer daar, geld pakken. Je hebt daar een heel goed punt. Ja. Ik denk dat het echt belangrijk is om te gaan kijken van... wie heeft echt een Ajax-hart en wie wil echt de club helpen. Wie wil echt de club uit de brand helpen. Ja. Ik denk dat daar waarschijnlijk echt de kern zit van een nieuw Ajax creëren. Ja. Maar het is want dit is echt iets, zoals ik al eerder heb gezegd, zoals ik al vaker heb gezegd... ik als echte Feyenoorder, dit is iets... wat ik gedurende mijn hele leven, ik word morgen 37, dit heb ik nog nooit gezien. Nee, het is een zwaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Nee. Dan blijven we even doorsudderen dit. We dachten dat het volgende seizoen misschien wel beter zou gaan, maar nog niet. Nou, maar ook voor jou, jij bent als Ajax-supporter, weet je, je moet de situatie accepteren dat die nu zo is. En dat bedoel ik met accepteren, bedoel ik alleen van dat je, je kan het niet veranderen. Je gaat het niet veranderen door nog meer te gaan ahoeren op spelers. Die gaan nog meer in zichzelf keren. Maar dus, en dat je gewoon
laat zien van oké, we zijn even nu niet het Ajax wat we willen zijn. Maar dat we daar weer gaan komen is een feit. Ja, dat is gewoon, dat moet je uitstralen. Maar dan gaan we alle negatieve dingen laten we weg. En wat bedoel ik negatieve dingen? Dat is gewoon van, nou, nu achter je vak, sorry, nu achter je club staan. En nu niks negatief. Want ik zeg gewoon, je hebt het geaccepteerd. En omdat je het accepteert, betekent vooruitgang. Dan ga je kijken van, nou, we gaan alles wat er nu gebeurt, gaan we alleen maar dus positief bekijken. Alleen het probleem is bij Ajax, en dat is die club. Het zijn zoveel eilandjes soms. En wat ik al eerder gezegd, ik vind dat er heel veel sommige dingen ook met ego's te maken hebben. In plaats van echt puur clubsbelang. Dat je daardoor dingen kan veranderen. Alleen dat gebeurt niet. Dus je moet daar ook een doorbraak in hebben. Maar het is toch ook kwaliteit. Het is toch ook, jongens. Ja, maar spelers... je kan wel Ajax achter. Je zegt, Ajax moeten mensen met Ajax hebben. Ajax hard hebben. Die moet je zeker hebben. Maar het heeft ook met geld te maken. Want je moet spelers kunnen kopen die kwalitatief goed zijn. Alleen, wat ik denk, wat mensen bedoelen. Laat de mensen met een Ajax hart dat bepalen. Dat beleid. Ja. Weet je, dat denk ik. Dat weet beleid je in handen nemen. Snap je? Ja. Dat denk ik. En dat is al 2 jaar niet gebeurd. Eerst met een zaakwaarnemer, nu met die Misintat. En nu is er weer gezeikt. Dus ja, wat wil je? Wat wil je? Wat gaan we doen? We staan 6e nu. En dit komt op zo'n verkeerd tijdstip. je kan verliezen van Feyenoord. Ja, maar met 6-0? Nee, precies. Dat is met 6-0? Ik had het niet verwacht dat ze zouden winnen vandaag, maar zo. Nee, op zo'n manier. Nee, ik had niet verwacht dat ze zouden winnen, maar 3-1. En dat je Ivo en met die ene goal nog een beetje tegenprestatie kan geven. En dat je schiet, nou oké, fijn, het is gewoon verder als Ajax nu. Dat je dat dan terugziet in zo'n wedstrijd. Had ik van tevoren misschien een beetje verwacht. Ja. Maar 6-0, dat is niet alleen kwaliteit, is ook mentaliteit. In mijn ogen. Ja, ja. We hebben een prijswinnaar. Ik denk dat je daar zeker even kijken. Ja. Noah. Hallo. Hi. Heb je gekeken naar de wedstrijd bij ons? Jazeker. Gefeliciteerd, man. Je hebt een PlayStation gewonnen. Nee, niet waar. Ja, zeker weten. Heel mooi. Nice, hartstikke bedankt voor het kijken. En laat even je gegevens achter. Dan zorgen we dat die PlayStation bij jou thuis komt. Binnen no time. Binnen no time. Dankjewel, man. No time. Oké. Okay. Je bent gaande, Noah. Bedankt, Noah. Rustig aan, maat. Yo. Later. Nee. Nou, Noah. Noah met een H was dat. Noah met een H. Dus het kan dus wel. Want die PSV-supporters zijn Noah met een H. Weet je wel, maar ja. Hé, hey, maar het is leuk, man, dat je neefje gewonnen hebt. Hé, hey, Lasse. Dus over die wedstrijd, hè? Dat was mijn dochter. Hé, hey, maar ik vind wel, even serieus. Je zit op de bank. Je ziet, het is hartstikke leuk met al die comments daar van de mensen. Ja, ja. Allemaal gekke dingen, domme dingen, leuke dingen. Ja. Maar dan kijken wel veel mensen dan, weet je wel. Dan vind ik dat je meer dan één PlayStation... Ja, tuurlijk, maar dat hebben we toch gezegd. Weet je? We gaan er je geeft er eentje en kijk hoeveel reacties je gewoon daar hebt. Ja, ja. Nou, dan moet je dat... Ik vind dat respect moet je even teruggeven aan de kijker en aan de luisteraar. Zeker in term van de klassieker. Ja, dan helemaal. En elke PlayStation-speler kent de term Jantje. Ja. Ja. En een officieel Jantje is 3-0 in de eerste helft. Ja. Dat heeft Feyenoord vandaag. Ja, Feyenoord gedaan. Bewerkstellig. Nieuwe... En dan ook nog eens een Jantje in de tweede helft. Ja. Dus dat betekent dat er minimaal 3 PlayStations eruit moeten. Ja. Dat zeg ik. Ik ben eerlijk. Femke. Hallo. Hi Femke, met Andy spreek je. Ja, ik hoor het. Heb je gekeken? Oh, goed zo. Heb je gekeken naar de wedstrijd? Ja, ik moest kijken, want mijn man keek. En ook naar onze uitzending? Ook nog. Oh, goed zo. Nou, hartstikke leuk. Gefeliciteerd, je hebt een PlayStation gewonnen. Ah, mooi. Juist. We hebben een PlayStation gewonnen. Echt? Ja, echt. Hi. Met wie spreek ik op de achtergrond? Met Floris. Hi, Floris. Hoe oud is Floris? Ik ben 11. Nou, jongen. Hij gaat heel blij zijn met die PlayStation. Gefeliciteerd, Floris. Ik krijg de groetjes hier en de felicitaties van Glenn en Royston. En we sturen zo snel mogelijk de PlayStation uit. En de gegevens even opsturen. Ja, en stuur even je gegevens. Via de app. Oké, super. Oké, doei! Bedankt voor het kijken, hè. Doei, jongen. Doei. Doei, Femke. Doei. Jo, graag gedaan. Hoi. Dat zijn er al twee. Dus normaal gesproken zou je er maar eentje doen. Ja. En nu heb je er al twee. Ja. Dus we gaan kijken hoe ver. Nog één te gaan. Hoezo nog één? Anders nog één. Nog. Doe minimaal 3 vanwege het jaar. Ja, toch? Dus nog één PlayStation. Oké. Danny!
Nog één PlayStation. Ik Profoto, zeg nog één PlayStation. Profoto, werkkleding. Laatste PlayStation van vandaag vanwege het Jantje. Ja, toch? Is dubbele Jantje. Dus niet één Jantje. Op PlayStation. Eerste helft 3-0, tweede helft 6-0. Dat betekent twee Jantjes. Dus minimaal drie PlayStation, pa. Ja, ja. Bellen. Nou, dan moeten wij live blijven, hè? Mm-hmm. Godsamme. Geen probleem. Ja, maar is toch, dit vind ik gewoon, dit is gewoon respect naar degene die naar je kijken. Man. En, is toch, hartstikke leuk. En het is gewoon leuk, joh, die interactie met die mensen. Sowieso. Voordat we gaan Glennie. Eerlijk. Je aanwezigheid was gaande. Ja, was zeg je? Ja, aanwezigheid lobby, was gaande. Lobby. Je was wel alleen te laat. Lobby, je was te laat, want ik kwam binnen en ik zeg, is Glennie er nog niet? Half twee stond er. Oh, echt? Oh, wacht even, Rick. Hey, Rick, wij zitten hier met Glenn en Royston en we hebben nu twee PlayStations weggegeven. Maar Royston, Proforto. Ja, we zijn nog steeds live. Maar Royston zegt dus... Vanwege het dubbele Jantje? Ja, vanwege het Jantje, de eerste helft, moeten we eigenlijk nog een PlayStation weggeven. Nou, trouwens, je moet er eigenlijk zes, want het is 6-0 geworden. Eigenlijk zes, want er kijken heel veel mensen. Maar dan doen we drie. En jij bent de derde. Jou, maar jij hebt geld zat. Ja, anders verkoop me wat van je kleding. Nee, je hebt deze eerlijk gewonnen, broeder. Nee, hij is de sponsor. Hij is de sponsor. Op jouw kosten, toch? Je moet gewoon even overgaan naar de pure cola, denk ik. Maar je hoort gelijk, hij is een zakenman, hè? Ja, hij is een zakenman. Hé, maar even zonder gekheid. Jouw merk is achter elkaar genoemd, gezien, geschreven. Echt, hè? En maar echt heel veel. Dus dan denk ik op die manier van, als je normaal gesproken eentje weggeeft, maar dan, als je zoveel respect eigenlijk krijgt en jouw naam daar op, dus mensen de tijd nemen en de moed nemen om jouw naam dus daar neer te zetten bij de podcast of op de bank bij Andy en Royston, dan denk ik dat je gewoon ietsje wat terug moet doen aan de mensen uit respect wat ze aan jou geven. Vraag even maar voor de rest bemoei ik me niet mee. Want ik ga je verder eens geen advies geven daar met mijn geld kwijt graag. Hier heb je Andy, ja? Vraag even aan hem of die Feyenoord is of Ajax ziet. Ben je Feyenoord of Ajax ziet, Rick? NEC. Straks op het bedrijf in de fik. Als de klanten weg. Als de klanten weg. Hier heb je Danny even. Maar doe even PlayStation erbij. Ja, doe het. Oh, top. Dankjewel. Top. Dus jullie zien het. Nog eentje. Er gaat nog één PlayStation vandaag eruit. Vanwege het magische dubbele Jantje. Danny, doe gelijk, Dan. Van Feyenoord. Ja, nog één PlayStation. We gaan er één PlayStation weggeven. Dus drie PlayStations weggeven en één uitzending is niet normaal. Ja, is niet normaal, hè? Godsamme, jongens. Hey. Dat is dan mooi, wat jij zegt, de waardering van de mensen maar kijk, die wij krijgen. Nee, maar even serieus. Kijk, we maken grapjes en dingen zo. Maar wij hebben het gewoon daadwerkelijk daar naar ons zin. Snap je? Ja, klopt. We weten dat de camera draait en zo, maar we hebben het gewoon naar ons zin. 100%. Maar dan moet je kijken, ook naar ons zin, dat de mensen zeggen of ze nou in de maling nemen of gok, maakt niet uit. Het is gewoon leuk, die interactie. Ja, snap je? Ja, is echt maar het is ook puur. Dit is niet, ja. En daarom, dus dan vind ik, als je dan iets weggeeft en dan staat constant staat die naam daar van degene wat daar staat. Profoto. Nou, dan moet je iets meer terug doen, vind ik. Voor het respect wat ze jou geven, wat ze Andy dus geven, om te kijken naar, naar jullie kijken en zo. Dan vind ik gewoon dat je iets meer terug moet doen. En dan gaat het niet eens meer om geld, maar dan gaat het gewoon om het respect wat je geeft. Juist. En dan bijvoorbeeld niet één PlayStation, maar gewoon minimaal drie. Wederzijdse respect. Wederzijdse respect. Goed gezegd. Ja, toch? Ja, zo is het ook. Ja, hun nemen de moeite om naar ons te kijken. Mijn mama zegt altijd... kijken, de interactie te doen, leuke dingen te zeggen, gewoon gekke dingen te zeggen. Mijn mama zegt altijd, het is geven en nemen in het leven. Juist. Ja, dat ik iets eerder moeten weten in het casino. Dat was alleen geven. En dat werd alleen genomen. Ik gaf en niemand anders blam. Wat deed je? Wat was wat? Was jij een roulette? Ze zeggen altijd roulette. Nee, maar wat speelde je toen de tijd? Nou, ik zat eerst altijd... Je hebt het over het casino, maar het is toch een spelletje wat leuk. Ik zat eerst eigenlijk altijd op gokkasten vroeger. Okay. Maar dat was gewoon eigenlijk te verwaarlozen, normaal gesproken. Met tijd doen. Maar toen ging ik naar het casino. Oké, maar daar speelde je echt roulette? En daar roulette vond ik echt helemaal niks aan. Echt? Nee, ik speelde altijd op die kasten. Ja. Maar dan speelde ik die kasten, waar normaal gesproken kan je, waar een gokkasten waar je dus één keer drukt. En dan kan je met een knaak, met 2,50 gulden, kon je 10 keer drukken. Okay. Maar in een casino, met 1 keer drukken, was je 5 gulden kwijt. En als je had ook nog 1 keer drukken, was je 10 gulden kwijt. En als je dan, dat speelde je met 7's, als je dan rood, wit, blauw kreeg, en je speelde met 1 vijfje, kreeg je zoveel maal je inzet. Ja. Speelde je rood, wit, blauw, maar je speelde met een 10 per druk, dan kreeg je dat waar het bovenop mee speelde.
Nou, dat speelde ik zeg maar altijd. Ja. Alleen, en iedereen die altijd daar ging altijd naar roulette. En ik vond dat niks. Ik denk, ja, balletje op 36, ja, ga weg, man. Je kan dit in de sloot gooien. Ieder zijn ding wat iemand leuk vindt. Ja, ja, ja. Geen moment won ik een keertje, binnen een kwartier. Met die kasten. Ja. En gelijk mijn plezier was verpest. Weet je, alsof je wil eerst die adrenaline hebben dat je weer verliest en dan weer terugwint. Weet je, en ik denk, weet je wat, ik had toen 3000. Ik ga met die 3000 ga ik naar boven, ik ga naar roulette. Dan had je zo'n speciale, cirkelijk of Club Blug heet dat, waar de minimale inzet 100 was. Ik ging daar en ik zet die 3000. En ik denk, ik liep al weg van die tafel, want ik ging naar huis. En hij valt. Dus op een gegeven moment hoor ik zo... Zo hebben ze Glennie gecontracteerd. Wat? Gecontracteerd? Ze hebben me binnengehaald. Weet je? Ik hoor nog een... En dan hoor ik op een gegeven moment Rihanna van Plu. Het enige wat ik vergeten erbij te zeggen is van... Rihanna van Plu en het geld is niet meer van nu. Yeah. Maar bij mijn stapeltje haalde overal fiches weg. Fap. En met zo'n stok zet hij gewoon precies dezelfde fiches naast mij neer. Ik denk, dat gaat wel snel. Dat gaat veel sneller als beneden. Ja. Binnen een kwartier had ik 15.000 winst. Ja. Dus ik ging winst weg in een kwartier waar ik normaal gesproken beneden van 2:15. Van 2:15, want ik had niks te doen. Ik was geblesseerd, ik zat in Nederland, weet je wel. 2:15, 2:15. En ik was 3000 gulden verlies elke dag dan zeg maar kwijt. Ja, 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 ja. Dat was zogenaamd te overzien. Ja, ja, juist. Tot ik die 3000 keertje won, weet je, in een kwartier tijd. Geen zin had, ik had mijn dingetjes gewisseld. Ik ga naar boven, ik zet die 3000, ik ga met 15.000 ga ik weg binnen een kwartier. Ik denk, hey, ik ga nooit naar roulette. Ik doe dat nooit. Ik vind er niks aan. Ik verzonder mijn geld. En nu ga ik een keer eigenlijk... En ik moet kijken hoe snel ik win in tijd. Ik dacht, het was niet eens voor mezelf. Ik denk, nou, dan kan ik die helpen, weet je wel. Ik zeg tegen mezelf, wat zou er nou gebeuren als ik de volgende dag met 40.000 naartoe ga? Ik ga de volgende dag met 40.000, ga ik er naartoe? Nou, het mooie was geweest als ik alles had verloren toen. Ja. Snap wat ik bedoel? Ja, maar dat was wat gebeurt er? Je weet ik, weer. Ik ga weg. Met 110.000 winst. Ja, ja, ja. Ik vergeet nooit meer. Ik had een tuinpak aan. Overal zaten plakkaatjes. Ik stond bij die kassa. Ik moest gewoon omhoog zo om eruit te gooien. Dat is maar dat is dus het begin is probleem is. Het begin is en de volgende dag dat is ging ik weer. Ze contracteert. Ja, en dan ga je naar de klote. Het casino contracteert jou daar. Ja, 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 ja. Van, we geven maar goed, hij heeft er heel veel van geleerd. Ja, en hij voorbeeld voor andere mensen. Ja, mensen ook die problemen. Ik help zoveel mensen daarmee. Major love voor dat ook. Ik help zoveel mensen daarmee. Kijk, liever... Help ik geen mensen nu, omdat ik het niet heb meegemaakt. Laat dat duidelijk zijn. Zet me terug in de tijd, sla ik al mijn tanden uit mijn bek. Laat dat ook duidelijk zijn. Tuurlijk. Ik heb voor een programma een keer een brief moeten schrijven aan mijn jongere ik die 25 jaar was. Nou, als je al die scheldwoorden en die stompen weghaalt, zit er zo'n stukje tekst. Succes! De rest sla ik hem alleen maar op. Ik ben alleen maar beuken. Ja, op hem. Aan mijn 25-jarige jongere ik. Hebben we een nieuwe winnaar? Hey! Netjes hoor. Wie is dit? Hi. Hallo, met wie spreek ik? Met Andy spreek je. Hey Andy, met Koen. Hey Koen. Heb je gekeken naar de uitzending van ons? Ja, ik kon... jullie uitzending was leuk. De uitslag op tv wat minder. Ja, was wat minder. Maar ja, dat is, hadden we ook wel verwacht. Niet zo'n grote uitslag. Maar goed, wel dat Feyenoord... Zijn we voor Feyenoord? Ben je voor Feyenoord? Nee, de. Maar goed, ik wil je even bedanken voor het kijken. En ja, zonder jullie zijn wij ook niks. Dus bij deze, je hebt een PlayStation 5 gewonnen. En als je even jouw gegevens achterlaat, dan sturen we naar je toe. Gefeliciteerd, Koen. Gefeliciteerd, Koen. Hoe heet hij? Koen. Hey Koen, je spreekt met Glenn Helder. Goedemiddag, jongen. Hey, je had hem bijna niet gehad, hè? Maar we hebben met z'n drieën even die sponsor... er is er één van ons drie, die heeft vastgezeten. En die sponsor even bedreigd, weet je wel. Hey vriend, succes met je PlayStation, hè? Gefeliciteerd, hè? En leuk dat je keek. Groetjes, jongen. Doei. Nou goed, we kunnen afsluiten. Bedankt voor het kijken weer allemaal. Nou, hartstikke leuk, joh. Major love. Andy. Ik ga even serieus, als je geen gasten hebt, ik kom vaker hoor. Vind dat leuk joh, zondagmiddag. Die chemie was goed en superleuk. Dus Profoto Werkkleding, bedankt weer voor de uitzending en voor de PlayStation die we mochten weggeven. En we gaan weer door naar de volgende grote wedstrijd. Dus de volgende grote wedstrijden zoals PSV Feyenoord en Feyenoord PSV. Jullie zien dat de volgende keer. Oh, wacht even. Deze is wel roffa, hè? Ja, deze is wel roffa. Dankjewel, jongens. Top. Alleen maar lobby, joh. Leuk. Roya.
Genoten, broer. Genoten. Je weet toch, alleen maar lobby. Alleen maar lobby. Ah, was leuk, man. Was leuk. Ja, was leuk, man. Genoten. Major lang.